Ik heb de uh, hele tijd niet de nadruk erop gezet. Maar even voor de duidelijkheid. Mm -hmm. Ik vind je een mooie vrouw. Dank je wel. Lindsay was in de building en heeft met mij gedeeld... Uh, dat ze nu op dit moment verliefd is. Ze wist het niet, totdat ik haar vroeg... ben je verliefd? Kijk, gaat ze weer giechelen. <laughs> gaat ze weer giggelen. <laughs> dit is Gilly Lovelife. <laughs> hey, jij hebt op play gedrukt... en je gaat er absoluut geen spijt van hebben... als jij geïnteresseerd bent in... Uh, Eerlijke gesprekken over liefde, seks en ingewikkelde relaties. Dit is Gilly's Law Offline en ik ben Gilly Routou. En voor deze aflevering wilde ik graag dat er een toffe chick bij mij aan tafel schoof. En check wat ik heb gefixt. Bam! Toffe chick. Hey! Deze, how are you? Lekker, mee. Leuk dat je er bent, man. Ja, bedankt voor het uitnodigen. Lins, je maakt hele toffe uh, content op internet. En als ik naar jouw filmpjes kijk, dan denk ik. mooie vrouw, grappige vrouw, creatieve vrouw, maar. Als ik naar mijn zesde zintuig luister mm -hmm. en verbeter me als ik het niet juist heb... Hoor, okay. dan denk ik, volgens mij niet de makkelijkste vrouw. Nou, ja, je kan die volgens mij gewoon weglaten. Hoor. Ik ben niet sowieso niet de, de makkelijkste, makkelijkste vrouw. Nee, nee, vrouw. Oh, dus ik had het zie je mijn zesde zintuig? Ja. Oké, okay, dat, 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 dat klopt wel. Ja, ik heb gewoon een uh, sterke uh, eigen mening en karakter... Want dat is niet per se wat, dat ik kijk en denk, oeh, ik zeg dat wel zo. Mm -hmm. Maar ik denk dat anderen misschien dat zo zouden ervaren. Maar jij, jij oont het gewoon. Zeg, ik ben ook geen makkelijke vrouw. Nee, klopt. Maar het is ook niet uh, iets negatief, vind nee, ik. Nee, nee, nee. Zeker niet. Weet je, ik bedoel, uh, ik ben gewoon mezelf en ik zeg wat ik denk. En daar mm -hmm. ben ik niet bang voor. Mm -hmm. En uh, als je het mij vraagt, moeten er eigenlijk meerdere Lin-Simonese uh, rondlopen. Hé, <laughs> hey, vind ik ook. Want ik zei, ik keek naar je filmpjes. Ook daarin komt een beetje uh, uh, dingetjes in voor in lijn met wat ik hier doe. Dus ik dacht... Die moet ik uitnodigen. Even door, uh, doorgaan op dat niet makkelijk zijn. Mm -hmm. Stoort dat in, relatie met, uh, uh, in je relaties of in contact met mannen? Uh, alleen met zwakke mannen. Maar ja, die heb ik toch niet nodig. Dus. Oh dat ja. Super niet. Ik sprak je aan de telefoon en jij gooide al gelijk in: ik ben een alfa vrouw. Klopt. Ik zei: bestaat er zo? Ik zei: alpha vrouw. Maar Absoluut. <laughs> ja. Absoluut. Jij deed geen beta mannen? Nee. Dat, dat gaat nooit werken? Hè? Nee. Nee, ik loop over ze heen. Ja, wat is een beta man? Uh, een beta is eigenlijk een, een, een volger. Een, ja, ja. ja, meer eigenlijk een rechterhand. Toch fijn, een fijne rechterhand. Nee, want ik heb een partner nodig, geen rechterhand. Nee. Een rechterhand die, zegt wat, die doet wat ik zeg. Ja. En een partner die zal zeggen van oké okay, Lyncy, je praat te veel, ga nu zitten. Daar hou je van. Daar hou ik van. Oké, oké, oké. Nee, want kijk, ik, ik zeg, daar is toch handig. Ik, jij lijkt mij een go-getter. Je bent ambitieus en shit. Heb ik ja, goed, toch? Zeker. Je doet veel. Yep. Dan zou het wel cool zijn als je een partner hebt die je ondersteunt. Die je kan begeleiden. In plaats dat je ook nog een hoofdpijn hebt van een man die iets vindt en wilt. Uh, het ligt eraan hoe je ermee omgaat natuurlijk. Ik bedoel, uh, natuurlijk wil ik een partner die een eigen mening heeft. Uh, steun, niet echt. Aanmoediging wil ik liever. Ja. Weet je, gewoon iemand die zegt van yeah baby you can do it. Maar steun, I fix my own shit. Oké, okay, dope. Doop. Ja, hey, maar um, mm, mm, uh, heb jij een Alpha-man gedate? Want je moet ergens erachter dag zeggen, van, dit zijn niet mijn type mannen, zoals je het net omschreef. Um, ik heb eigenlijk, als ik er nu over nadenk, hele een goede vraag, heb ik een Alpha-man gedate? Um, Gedeed. Nee, want ze hebben je volhouden. Dus je hebt ineens een kans gegeven om je daar hier een oordeel te maken over. Nee, nee, nee. En, en nee trouwens, kijk. ik ben niet de ambassadeur van de Alpha-mannen, <laughs> van de beta-mannen, Alpha <laughs> maar... Nee, kijk. Uh, op, weet je, heel veel mensen die doen zich voor alsof ze alfas zijn. Heel veel. Maar op een gegeven moment, wanneer ze beter leren kennen... dan merk je van, je hebt helemaal geen alfa. Dus uh, uiteindelijk, wanneer je dan met iemand date... dan merk je van, oh, dus je doet je voor alsof je alfa bent... maar je bent het niet. En voor de duidelijkheid, je gaat niet bij de eerste... of misschien helemaal niet hebben over... hé, hey, ben je alfa, ik ben alfa, dat is iets wat je merkt. Ja, ja klopt. Uh, ja. En je hebt dus gemerkt, vaker dat je zegt van... ik ben met een man, hij leek... Volgens jou was hij een alfa, maar jij ja. kwam dus erachter van... Hey, deze man is eigenlijk uh, niet mijn type, niet de hey, alfa, kill die mij. Klopt, want weet je wat het is? Kijk, je kan zeggen dat je een alfa bent, maar ja. alfa zijn is niet iets... Het is een levensstijl, ja. begrijp je? Het is hoe je bent. Het is ja, niet uh, hoe je voordoet of wat je zegt dat je bent. Mm -hmm. Begrijp je? Dus uiteindelijk valt dat masker en dan... Zien we je ware aard? Maar ik maakte een halve grap. Ik zei: Alfa-vrouw bestaat dat. Natuurlijk zit daar een beetje waarheid in in mijn gedachten, want Alfa-vrouw, shit. <tie> betekent dat dat je me commandeert? Nee, nee. Het betekent alleen dat jij mij niet kan commanderen. Oh, hoe gaat dit werken dan? Alfa-Alfa. <tie> <tie> uh, dat is het. Alpha je moet het gewoon zien: Alfa's zijn eigenlijk gewoon. Een, een echte koning en een koningin met een eigen koninkrijk. Begrijp mm. je? Mm. Heel veel mannen zijn zo van... ja, ik ben een koning en ik wil een... een, een, een uh, je weet toch, een vrouw naast me hebben. Dan gaat het al niet werken voor mij. Ja, want ik ja. heb mijn eigen koninkrijk. Begrijp mm. je? Maar op, op het moment dat wij samenkomen... dan is het zeg maar joint forces. En in de lobby, want jij praat zo natuurlijk... maar ik, 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 je zal wel gemerkt hebben dat... je hebt een hele hoop gedachten van... dit accepteer ik van een man, dit niet. Maar als je eenmaal verliefd bent... Vervallen sommige dingen en bij je wordt meegaan. Heb jij dat niet? Maar jij laat het toe, hè? Niet dat je gemanipuleerd wordt in ja. iets. Maar jij zegt: You know what? Ik vind deze dude zo sexy hoe hij zich opstelt. Ja. Hij wordt opeens sadie voor jou. Um, ik moet zeggen, dat is heel normaal. En hij mag verder gaan dan. Nee, 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 nee. Oh, nee, nee zie, kijk, ik deed zo. Als... Nee, het is heel normaal dat je zeg maar, gaat compenseren. Je? Mm -hmm. Maar ik vind wel dat het bespreekbaar moet worden gemaakt. Als er iets is wat mijn partner doet wat ik niet leuk vind, ja. dan ga je dat zeker horen. Mm -hmm. Maar ik wil dan ook jouw kant van het verhaal horen en dan moeten we gewoon een middenlijn vinden. Mm -hmm. Maar het is niet zo dat ik naar je ga luisteren of zo wanneer je zegt, hé, hey, dat wil ik niet, dat wil ik niet. Mm -hmm. En ik verwacht, ook, ik verwacht het ook niet andersom. Want anders is het niet meer leuk van mij. Maar stiekem, stiekem, als je zegt van ik moet de alfa man hebben, mm -hmm. stiekem, uh, vind je het ergens toch wel leuk om het idee te hebben dat. Je wordt getemd of helemaal niet? Schrik je, nou, schrik je van het woord getemd worden door een man? Uh, ik zeg eerlijk, alleen tussen de lakens wil ik getemd worden, anders niet. Vissa. Oké. Okay. Dat is belangrijk. dus. Mm -hmm. okay. da alleen daar ja. ben ik. Uh... submissive. Submissive, yeah. okay, precies. Oké, okay, oké. Okay. Uh, later meer over seks. <laughs> nee, weet, je waar ik, weet je waarom ik. Uh, Nee, ik ben kwijt wat ik wilde zeggen, is, maar goed ook. Uh, check. Wat wij hier doen in Gillies Love Line, elke week wat ik probeer te doen is uit de miljoenen quotes, liefdesquotes, uitdrukkingen of gezegden die bestaan, mm -hmm. wil ik eentje het voorschijn halen, hier op tafel leggen, we zoomen in erop mm -hmm. en kijken van nee, dat is bullshit of van oh, dat is wel degelijk waard. Een beetje mythe of waarheid achter iets. Oké. Okay. Oké, okay, ze zeggen namelijk, one man can make one woman hate all men. Mijn vraag aan jou is, is er een fase in je leven geweest waarbij een man je zo pijn heeft gedaan, dat de volgende man, daarna, de dupe is daarvan? Dus dat je nu schuin naar de volgende man kijkt van, je bent ook een dagoe waarschijnlijk, of je, je bent ook dit en dat. Ja, uh, ik denk toen ik jonger was zeker. En dan praat ja. ik over uh, jonger dan 21, denk ik. Oké. Okay. Maar weet je, ik, ik vind eigenlijk dat dat niet meetelt, want dan ben je nog zwaar aan het ontwikkelen jezelf aan het vinden en zo, Aha. maar uh, eigenlijk heb ik dat nooit gehad en ik heb echt uh, rot relaties gehad. Uh, ik heb ook uh, in een relatie gezeten waar een man mij dacht te mishandelen. Hij... Ik kan eigenlijk niet zeggen dat hij me heeft mishandeld, want ik sloeg gewoon terug. Maar daarna, ja. ik was niet bitter of zo, okay. en ik had niet zoiets van alle mannen zijn zo of zo. Dus even hoor, mishandelde hij je of was het gewoon een, 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 een gewelddadige relatie? Uh, in, principe, in principe, viel hij mij aan en ik verdedigde je mezelf. Je reageerde, oké. Okay. Ja. Yeah. Want wat hij niet wist is dat ik gewoon uh, best wel kan vechten. Oké. Okay. <laughs> nee, maar check. Um, dan heb je dat meegemaakt. Had je daarna niet dan van altijd een beetje kijken van, hey, vriend, als jij denkt dat jij mij de volgende, uh, nee, dat je dat toch was... een beetje meeneemt? Uh, eigenlijk niet. Want uh, daarvoor heb ik eigenlijk nooit een relatie gehad... waar een man dacht van, ik ga met haar op de vuist. Dus ik wist dat het een unieke ervaring was, eigenlijk. En um, ja, ik heb het nooit... Ik was wel voorzichtiger met mannen. Ik had wel een fase van, oké, okay, nu even niet. Ik ga maar zelf werken. Mm -hmm. Maar ik heb het niet andere mannen kwalijk genomen of zo. Was zij je eerste vriend? Nee. Oké. Okay. Ik zeg eerste vriend en dan kom een glimlach tevoorschijn. Ja. Eerste vriend, dat was een goede ervaring. Heb je nog geluk mee? Hè? Want meestal had, is, de eerste, is net de eerste pannenkoek uitproberen. Ja, nee. Mijn eerste vriend was wel echt heel lief. Uh, alleen ja, hij deed gewoon... Beta. Uh, <coughs> ja. Zie je? Daar is het <laughs> ja, begonnen. Ja, klopt. En hij deed gewoon dingen waarvan ik dacht, van, dat pik ik niet. Maar uh, als ik hem zie, dan praten we gewoon soms... Weet je, gaan we wat drinken? of wat Terugkijken heet, kan je nog altijd. En daar, hey, dat is iets waar ik op hoop. Hè. Dat maakt niet uit uh, uh, in arme dingetjes met de vrouw. Relaties, flows, one night stands zelf. Mm -hmm. Ik ben meer van de momenten dan de relaties. Dus arme momenten die ik met vrouw heb gehad. Dat we tenminste beide kunnen terugkijken. En, ha, ja, leuk. En that's it. Ja. Dus nooit bad, hard. Dat nee. is alles wat ik hoop altijd als ik uh, in interactie zit met ja. een vrouw. Weet je wat het is? Het is een kunst om um, zeg maar de mensen. En de, de mens wie hij is, of wie zij is, mm -hmm. van hun acties te onderscheiden. Als jij slechte dingen doet, wil niet zeggen dat jij een slecht mens bent. Jij doet slechte dingen. Mm. Dus ik neem mensen het. Ik probeer mensen het niet kwalijk te nemen wanneer ze slechte dingen met mij doen. Want dat wil niet zeggen dat ze een slecht persoon zijn. Iedereen is aan het overleven. Ja, ja. En je moet vergeven. True, true, ja toch? True, true. Anders zit je er alleen maar zelf mee. Maar die beta man, mm -hmm. Die dus eigenlijk. Uh, je gaat het niet leuk vinden om te horen, maar ik ben een soort psychiater. Oké. Okay. Uh, niet gedi gediplomeerd, uh, ik kan niet eens uitspreken. Ik heb geen diploma. Ja? <laughs> maar ik fake iets hier. Bij die beter man is het dus begonnen dat je zegt van. Want dat vind ik altijd moeilijk van vrouwen. Hè? Dus jullie willen. Een man kan gewoon te lief zijn. Hoe kan een man te lief zijn? Het is niet te lief zijn. Je moet juist heel lief zijn voor mij. Oké. Okay. Maar ik heb ook een man nodig die du durft te zeggen: van oké, okay, en nu ga je zitten en nu hou je bek. Temmen, dat ik net zei. Nee, niet echt temmen. Oh, nee, toch niet? Gewoon afremmen. Okay, okay. Temmen klinkt zo heftig. Ja, daarom gebruik ik het woord. Ja, nee, gewoon afremmen. <laughs> ja, ja, ja. ja want, Wanneer het nodig is. Precies, want anders loop ik over je heen. <laughs> weet je, als ik vind dat ik gelijk heb ja. en jij vindt van niet, moet je ja. niet tegen mij zeggen: Weet je wat, je hebt gelijk. Want dan ja. ga ik alleen maar door. Zijn, zijn er relaties voor jou, uh, is het vaak waar het daarop stuk loopt? Omdat de man jou niet kan handelen met de karakter die je hebt? Uh, nee, eigenlijk gaan ze altijd vreemd. Zijn ze altijd vreemd gegaan? Oh ja? Ja. ja. Nee, ik, is er no-no. Ik ben het er, nee. er mee eens. Het is niet, ik moet wel erbij zeggen, uh, hoe moet ik dit zeggen? Laten we zeggen, als alle mensen hun relatie zouden stoppen omdat iemand is vreemd gegaan, mm -hmm. zou niemand in een relatie zitten. Klopt. Heel weinig mensen. Klopt. Ja, dus of het realistisch is, is één ding. Maar daarbij, ik, ik, dat is ook iets, dan stopt het ter plekke. Ja. Daar heb ik gewoon te veel zelfrespect voor. Maar ook gewoon ego, hè? van de disrespect, gewoon dat ja, je vreemd te gaan. Voor ja. mij? Ja, kijk, ik, uh, ik heb het denk ik ook een beetje van mijn moeder. Want mijn ouders, die uh, waren getrouwd en mijn vader ging vreemd. Mm -hmm. En uh, het was gewoon einde oefening van mijn moeder. Meteen. meteen, meteen. Ja. Dus dat heb ik vanaf gewoon meegekregen. Ja. En ik vind het gewoon, uh, je zet mij voor schut wanneer je dat doet. Ja, ja, ja. Weet je, want dan zit ik leuk op... Uh, bij, bij familiefeestjes zit ik met, dan met jou en met je vrienden en weet ik veel wat. En op social media hebben we dan een foto samen. Ja, en dan ineens oh ja, is er een chick hoor, die kan zeggen: mmm, Kijk, dit ja, kijk de stoer doen met een man. Maar nee, dat gaat mij niet gebeuren. Maar dan klinkt het bijna net of je drukker maakt wat de buitenwereld denkt. dan eigenlijk wat hier aan de hand is. Give the fuck. Uh, weet je wat het is? Op het moment dat jij vreemd gaat, uh, wil ik het verhaal niet eens horen. Want er is in mijn wereld is er geen uh, goede reden om vreemd te gaan. Je kan het ook, je kan het ook uitmaken en dan zeggen van hey, ik ga mijn ding doen ja. voordat je dat doet. Want je weet, je doet me pijn. Of je kan het bespreekbaar maken wat er blijkbaar... Nee, ik, ik, nu wil ik heel politiek correct praten wat er, wat er mis is aan mij. Mannen zijn gewoon dom, daar komt het om neer. Vrouwen ook. Uh, uh, vrouwen ook, maar even, even uh, daar komen we zo. Oké. Okay. <laughs> maar wat betreft die mannen maken gewoon domme keuzes. Want uh, uh, meestal is die vrouw niet mooier, beter, uh, uh, warmer voor zijn hart dan jij. Maar mm -hmm. het is gewoon zeg, domme keuzes. Maar als ja. een vrouw vreemd gaat. Is altijd gevoel bij. Gevoel, mental. Mm -hmm. als, je, als je haar gesprekken zou kunnen lezen, dan breek je als man. Ja. En bij een man denk je gewoon: wat een sukkel eigenlijk ga ik mee. Als je ja. leest naar die uh, Neandertalen, hoe, hoe hij dat aanpakt. Ja. Maar een vrouw gaat diep. Ja, ik, ik moet zeggen, ik ben zelf nog nooit vreemd gaan. Nog nooit. Nog nooit. Nog nooit. Dat uh, kan ik niet over mijn hart halen om iemand op die manier verschut te zetten en pijn te doen. Ik heb een paar vinkjes gezet zonder dat je het weet op mijn uh, onzichtbare lijst. Mm -hmm. Je appearance, je erde doet. Nog een vinkje erbij. Je bent nooit vreemd. Ik ben nog nooit vreemd. Vinkje. Ja, nee, nee, kan ik niet. Um, maar ik denk wel dat als ik, stel je voor, ik zou in een relatie zitten en ik zou iemand beter ontmoeten. Ja. Uh, ik zou niet vreemd gaan, maar ik zou het wel bespreekbaar maken: van joh, moet je luisteren? Oh nee, maar dat vind ik ook niet cool, eerlijk gezegd. Ja, man. nee, maar dat is your cue to step up, motherfucker. Maar die doet geen vreemd van jou, was dat niet de cue voor jou te step up? Uh, nee, want ik wist van niks. Oh, als hij het bespreekbaar als had hij, Als hij had gezegd van, joh, luister, uh, ik voel me zo in een relatie, dit, dat. Dan zou ik het tandje harder lopen, want dat doe je in een relatie. Weet je onzeker daarvan? Dat, want je zegt, een spaakje voorgaan, dat iemand vreemd denkt. wat is met mijn puntje? Wat is met mijn moffel? Nee. Wat is met mijn uh, toe? Is er iets mis met mij? Nee, ik ben één keer ben ik wel onzeker geworden, maar dat kwam gewoon omdat die chick... Fucking mooi was. Oh, met wie hij okay. was vreemd gegaan. Toen ja. had ik wel zoiets van, oké. Okay. Je wilde hem eigenlijk stiekem een box geven van, maar doe. Maar doe. <laughs> nee, nee, nee. nee. <laughs> niet zo, toch? Nee, maar toen, toen had ik wel zoiets van, oké, okay, ze is wel heel erg mooi. Maar ja, toen later kwam ik achter, ze heeft vier kinderen, zit in de uitkering, dit, dat. En toen dacht ik, <laughs> oké. Okay. Ja, domme, domme keuzes, want hij zal natuurlijk ook wel spijt hebben. Ik, tenminste, ik, wist niet wat, ik weet niet wat de dynamiek van jullie relatie was, maar als je iets goeds had. Mm -hmm. En iets goed heeft niks te maken met mooi. Maar als je weet, die vrouw was down voor je. Die vrouw hielp mij spiritually. Uh, Zo was ze voor mij. Uh, en dat heb je opeens niet. En je zit dan met die mooie chick. En komt er toevallig ook nog achter dat ze wel behoorlijk dom is. Mm -hmm. Er zijn momenten dat je als man denkt van... God damn, I gotta do better. Ja. Dus dat... Uh, ik weet niet of het je nog dwars zit, maar bij deze dit je troost. Hij waarschijnlijk ja. spijt ervan. Weet je wat het is? Ik kan heel snel dingen loslaten. Ja. Kijk, bij mij is het gewoon zo. Op het moment dat. Ook al zit ik in een relatie, ook is het een vriendschap, familie maakt niet uit. Op het moment dat je me pijn doet, blokkeer ik je. En als ik je blo blokkeer op social media, you're blocked in real life. Begrijp je? Dan besta je gewoon niet maar meer social Maar social media is leidend hierin. Want ik, ik ben oud, hè? Je moet mij scolen hierin. Social in principe, media is leidend hierin. Ja, social media, WhatsApp, je kan me niet meer bellen. Weet je? Mm. Ik, ik, je gewoon, er is geen contact meer. Ik blokkeer je zelfs op e-mail. Ik had een keer een chick geblokkeerd. Mm -hmm. Niet alleen... Uh, uh, en, en trouwens, dat was voor het eerst dat ik iemand had geblokkeerd. Ik moest gaan googelen Hoe blokkeer je iemand op een uh, Samsung, Sani? <tie> ja. ik, echt waar. Googelen, Geblok. Is het gebeurd? Staat ze voor mijn deur? Ik zeg, goddammit, deze is echt uh, hardnekkig. <tie> hardnekkig, ja, echt. En weer neuken. <tie> maar oké, okay. <tie> Nee. Maar uh, blokken, is, blokken is niet echt dat ding. Dus, uh, maar uh, blokken is dus wel dat ding bij jou. Daarmee ben je ook gelijk klaar. Voor dan. mij wel. Dat is ook de message ja. van, hey, maar dude. Ja. Als ik, je blok... ik heb echt één iemand in mijn hele leven van blok afgehaald. En dat was gewoon een vriendinnetje. Nu ja. is ze weer een vriendinnetje geworden. Oh. En uh, ik heb tegen haar gezegd van, ja, play your cards right. Because you can still fuck it up. Yeah. Weet je, als je op blok staat ben je gewoon... Weet je wat het is? Ik zie mezelf gewoon zo. Uh, ik ben de hoofdrol in mijn film. Mijn leven is mijn film. Mm -hmm. ja? Op het moment dat de figurant ja, mm -hmm. zich niet gedraagt naar hoe ik wil... want ik ben de regisseur, ik ben de hoofdrol, ik doe alles. Mm -hmm. ja? Word je do ga je dood. Dood <laughs> ook. Je? Oh, je ja, schrijft blokkeren iemand. is dood. In die script zeg je gelijk... She gotta die. En wreet ook, op een reden manier ook. Yeah, she gotta die. <laughs> ja, dan besta je echt gewoon niet meer. Okay, okay. En dan moet je me ook niet groeten op straat. Oké, okay, maar deze kreeg weer een kans. Dus ja. je pakte weer je pen, ging weer een script overschrijven en... In principe wel. She came back to life. Ja, yeah, she came back to life. <laughs> maar, dus, uh, want ik had het ook niet per se over uh, man-vrouw uh, interactie, maar ook met vriendinnen en zo. Mm -hmm. Maak je geen grap, dus ben je niet de makkelijkste. Nee, zeker niet. Mm -hmm. Nee. Ik, uh, um, ik heb bepaalde regels waarop. Uh, weet je, bij mij, ik ben best wel straat. Mm -hmm. Nou, in ieder geval, vroeger was ik straat. Maar. Um, You can take the girl off the streets, but you can't take the streets out of the girl. Right. Dus op straat respect staat op nummer één, mm -hmm. en dat is bij mij gewoon super belangrijk. Yeah. Als je geen respect voor me hebt, kan ik niet met je fokken. Right. En uh, ik, ik ben ook niet zo dat gelijk wanneer je wat doet, oké okay, blok klaar, ik geef je één waarschuwing, yeah. eentje. En als je niet luistert, wat je ermee doet, moet je zelf weten. Mm -hmm. Ook met vertrouwen, weet je, ik geef je, ik geef altijd iedereen wanneer ik je ontmoet 100% van mijn vertrouwen. Wat je ermee doet, moet je zelf weten. Het ja, kan ja. niet meer worden, maar het kan wel minder worden. Het ligt allemaal aan jou. I love it. <laughs> nee, omdat. Ik is herkenbaar, eerlijk gezegd. Ja. ja, ja, ja. Maar tegelijkertijd. Want in deze coronatijd. Dus, uh, het positieve daaraan is dat je een beetje naar jezelf kan Als het goed is, gebruik je uh, dit moment om naar jezelf te kijken. Weet ja. je, wat kan beter? Hoe ziet mijn leven nu eruit? Moet ik het anders inrichten? En uh, hoe jij met mensen omgaat en omgekeerd. Mm -hmm. En ik ben daarachter gekomen. Dat, want ik ben ook zo, hè, ik cancel snel. Ik heb het woord cancel uitgevonden. <laughs> ik cancel snel. Ja. En je weet niet eens waarom en ik ga het je ook niet uitleggen. Het is just cancel. Kijk, maar dat en is Bij, wel een mij, faalte, bij mij is het niet blokken, mm -hmm. want ik weet niet eens hoe het werkt. Maar is gewoon, je gaat niet in contact met me komen. Bel. Mm -hmm. It's all good. Maar ik ben dus erachter gekomen. En dat doe ik om mezelf te beschermen, want ik ben van energie. Begrijp ja. je? En uh, er is een bepaalde respect naar mezelf, begrijp je? Uh, dus het is zelf beschermen. Ik ben nergens bang voor, maar ik vind energie gewoon super belangrijk. Dat zorgt ervoor dat je fit, wakker wordt, uh, hoe je handelt en shit. Dus bescherm die shit. Ja. Dus dan maar cancel your ass. If I feel like it. Als ik, als ik iets heb gezien waarvan ik denk: van, Nou, nah. uh -huh. misschien is het voor jou iets kleins, maar dit zegt voor mij alles. Kan ik al invullen hoe jij in andere situaties opereert. Maar, nu terug naar dat coronatijd ding, zelfreflectie. Ben ik een beetje naar gaan kijken van hé, hey, het werkt voor je, maar het is best wel toxic. Het is best wel toxic, want ja. er is nog altijd iets dat heet: give people a chance. Mm -hmm. uh, jij en ik verdienen ook een tweede kans voor whatever. Mm -hmm. Dus dan moet je het ook aan een ander gunnen. Al ga je weer op je bek, kan je zeggen: ik wist het, maar die tweede kans moet je geven. Maar niet meer dan een tweede kans, Jerry, maar daar ben mm -hmm. ik nu. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben het daar niet helemaal mee eens. En ik zal je ook okay. vertellen waarom. Uh, op het moment dat iemand iets fouts doet. Yeah. Sommige mensen zijn zo uh, in hun eigen wereld. Mm -hmm. dat ze niet eens doorhebben dat ze iets fouts doen. Yeah. En daarom moet je wel gewoon praten en zeggen: Hé, hey, dit wat je hebt gedaan, dat vond ik niet zo tof. Yeah. Doe dat nooit meer. Begrijp je? Op het moment dat jij hebt gezegd: Doe dat nooit meer. Mm -hmm. en ze doen het toch. dan verdien je geen tweede kans bij mij. Want ik ga niet blijven. Nee, ik heb geen tijd voor Tweede Kansen. Mm. Jezus vergeeft Lindsay niet. Ja, yeah, nou that. Begrijp je? Nee, man. Ik ga het jou één keer vertellen en dat is niet eens vergeven. Ja. Dat is jou op de hoogte stellen van ja. wat ik wel en niet pik. Wat je ermee doet, moet je zelf weten. Maar ik ga niet jouw handje vasthouden en zeggen: hé, hey, zo moet je met Lindsay omgaan. Maar je zegt ze leven in haar eigen wereld toch? Mm -hmm. Maar als je zegt: ik ben de hoofdrol en de regisseur en ik schrijf die pen en ik uh, schrijf je uit de script. Mm -hmm. Dan lijkt het ook erop dat uh, het lijkt dat de wereld om jou draait. Ik zeg je toch, ik ben de hoofdrol in deze film. Ja. ja? En het klinkt misschien egoïstisch, hmm. maar het eigenlijk um, love is geen egoïsme, vind ik. Begrijp je? Ik bedoel, uh, als ik mensen moet leren hoe ze met mij om moeten gaan, prima. Maar op het moment dat ik het zat ben, ik ga niet stressen om jou. Te, terwijl ik mijn eigen huur betaal, je bent gek. Nee, dat gaan we niet doen. Mm -hmm. Ik geef jou één keer een waarschuwing. Luister je niet, dan ben ik klaar. Yeah. Want iedereen is overal in zijn eigen film. Iedereen is bezig met zichzelf. Mm. Dus ja, nee. Ik, ik vind het niet egoïstisch. Okay. Totaal niet. Oké, okay, oké. Okay. Nee, omdat je net zei: iemand is bezig met zichzelf, vooral eigen wereld. Zo mm -hmm. zou iemand ook naar jou kunnen kijken, of naar mij. Ja, dat kan. Ja. Maar ik vind egoïst maar zo'n negatief woord. Maar je zei, ik ben ook daar inderdaad dat, je, dat ik meer zeg, hey, het woord is tijd dat je jezelf op nummer 1 zet. Dus mm -hmm. vandaag de dag sta ik daar ook achter hoor. Ja. Uh, dus, dus dat. Ik zit dan voor te stellen hoe dat eruit ziet uh, met de man die in jouw leven moet komen. Of misschien er al is. Is er iemand op dit moment die je, oh, ik heb mijn antwoord al. <laughs> ik, ik hoef mijn zin niet eens af te maken volgens mij. La, laat me het afmaken voor de vorm. <laughs> Lindsay. Mm -hmm. Lindsay. <laughs> ik ga die vraag niet stellen. Wauw. Wie is deze dude die dit doet? Nee, nee, nee. Hij blijft gewoon anoniem. Maar. Nee, nee. Ik hoef zijn naam good. niet te weten. Okay. Maar. Ja, nee. Oké. Okay. Nee, nee. Shit. Hoe, hoe, hoe komt het dat jij giechelt als een 14-jarige Lindsay? Omdat. Uh, uh, hij is heel. Uh... drink wat anders. Ah. <laughs> <laughs> uh. Oké. Okay. Uh, dus ik heb een nieuwe dude ontmoet. Oh, dit is pas. Dit ja, is vers. Dit is echt super vers. En uh, in het begin, hij zag mij en hij zei van, ja, je... Nee, ik zag hem ergens. Ik was met een vriend van mij en ik zag hem ergens. En de volgende dag stuurde hij mij een bericht en ik had zoiets van, wat moet deze nikkel van mij? Mm. En uh, in principe heb ik hem duidelijk gemaakt van, hey, ik ben niet met dat. Ik ben op mijn doelen. Ik heb er geen tijd voor. Maar hij bleef zo rustig, uh, respectvol en totaal niet pusherig. Mm -hmm contact met me houden. En op een gegeven moment uh, zei een vriendin van mij van... Uh, was ik met een vriendin aan het praten. En ik zei, hey deze doet, praat nog steeds met me. Ik weet niet. Mm -hmm. Toen zei hij, geef hem een kans. En toen uh, ging ik een beetje aandacht geven. Want ik was echt super kort af. En toen kwam ik er eigenlijk achter van, hey ik heb eigenlijk wel veel met hem in gemeen. Hij doet zijn eigen ding. En uh, tot nu toe, ik weet bijna zeker dat het een alfa is. Oh ja, dat alfa ding, belangrijk. Ja. Mm -hmm. Uh, ja, zeker. En uh, ja, hij zegt allemaal leuke dingen en doet allemaal <laughs> leuke dingen. I'm, I love this. Hey, love. It's hey, is allemaal love. En gelukkig <hums> heb ik color corrector, want anders zou ik om inblosen. Ik denk, jij gaat zeggen, en gelukkig heb je al in die korte tijd. Te oh. Ik zie je zo doen. Nee, nee doe rustig. Okay. Doe rustig, ja. <laughs> zo. So, yeah. Hey, nee, maar mooi man. Dus uh, dm de, de emmetjes werken wel? Ja, blijkbaar. Heren, er is nog een kans. <laughs> ik, zal, ik zal je wat zeggen: ik, het, het is misschien vijf keer dat ik een, uh, een DM naar iemand stuur, mm -hmm. maar ik vergeet. Kijk, ik ben een winnaar. Mm -hmm. Begrijp je? Uh, alleen ik zag, ik ben een beetje naïef met mijn old ass wat betreft social media. Ja. Want uiteindelijk zag ik, oh, weet je wat nu gebeurt? Uh, maakt niet uit hoe. Die gast is geolied trouwens, waarmee zij gaat. Want hij heeft het goed aangepakt, toch? Niet te veel, niet too much. Dus wij weten wat hij doet. En hij heeft je gevangen. Tot giechelen aan toe. Ja, 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 ja je kan die onkennen. <laughs> <Okay. laughs> maar dus check. Uh, dus ik ben ook... Uh, uh, ik stuur ook een bericht hier en daar. Maar op een gegeven moment zie ik van... Hé, hey, maakt niet uit hoe mooi je praat. Hoe erg je het meent vooral. Die chick is sowieso in de... dit is een fuckboy. Mm -hmm. Klopt toch? Klopt. Dus toen zag ik van, hey, hey, wow, wow, wow. Want ik zeg altijd, van al die woorden die die, die jongeren gebruiken, mm -hmm. vind ik fuckboy het mooiste woord, want het beschrijft <laughs> perfect wat een fuckboy is. Ja. Ja. Maar toen zag ik, hé, hey, wacht even. Volgens mij denkt deze chick dat ik een fuckboy ben. Mm -hmm. Ga maar uitleggen via een DM dat je geen fuckboy bent. Dat doe je natuurlijk niet. Dus nee. toen zeg ik, oh nee, fuck that shit. Dus ik heb nu gecanceld DM'tjes. Maar ik ben ik van real life. Ja. Toch wel. Maar het is deze doet Geeft nog hoop, hè? Uh, onze... Ja, kijk. Weet je wat het is? Even op dat fuckboy alpha. ding kijk. Ah, graag. Ze overheersen. Ja. Begrijp je? Ik, ik moet maar jullie zijn laten dan... ze ook toe. Hoe bedoel je jullie? Kijk, nu klink ik als een hater. Maar <laughs> als ik kijk naar... Als ik... Ik... En, eh, kan nooit een hater zijn. Kili, kom op. Maar... Tjemeitski, ze... Waarvan ik kijk, denk ik, oh nee, dat is een fuckboy. Oké, okay, dan ga ik je gelijk corrigeren. Ik ben geen g dat is één. Oh. En twee, het gaat niet om wie je bent. Het gaat er gewoon om van... Ja, hoe je uh, gedraagt, niet je uit, moves, Nee, ook niet. Maakt niet uit hoe mooi je bent, maakt niet je uit je hoe je gedraagt... maakt niet uit wat je doet met je leven. Ja, er is gewoon een grote deel van de mannen... die eigenlijk gewoon, bruut gezegd, alleen maar willen neuken. En die er gewoon echt tijd Aan besteden om jou te overtuigen, soms dat ze helemaal verliefd op je zijn, alleen maar voor poentje. Begrijp je? Energie toch? Dat... Ja, dat is heel veel energie. Volgens maar... mij bereik ik het nog. I'm about to school, joh. Mm -hmm. Volgens mij bereik ik het nog eerder door gewoon te zeggen: hey gelijk over neuken te beginnen. Kijk, dan en, dat je... Absoluut. En die zijn er ook. Yeah. Maar uh, 9 van de 10 keer zijn er, er zijn meer vrouwen die zeggen van... nee, ik heb daar geen behoefte aan. That's it. En wat gaan ze dan doen? Gaan ze zeggen, hey, dit werkt niet, ik wil toch poentje. Dus ik ga doen alsof ik verliefd ben. En oh, dan kan okay. je het eigenlijk ons niet kwalijk nemen... dat iedere man die ons benadert, wij zoiets hebben van fuckboy. Want wij moeten onszelf beschermen. man can make every woman hate all men. Zeker nou, ik haat rond. ze niet. Ik haat ze niet. Nee, nee maar om even dat maar, te maar, gebruiken. Okay. Maar dat je ze dus, dus over op, op, op één lijn scheert, daar komt het op. Oké, okay, vooruit. Op neer. Ja, je ja. hebt gelijk. En dat is wat ik zei. Dus ik, ik had door van. Hé, hey, waarschijnlijk denkt deze chick, ik ben mm -hmm. een fuckboy. Shit. Ik had me fucked up. Maar ja, je hebt het in de hand. Want ik zeg er eerlijk, toen deze doet, maar ik ben dacht ik ook van. Jij wil gewoon poetje. Hij is geolied. Dat zeg ik net. Hij is van mij drijf. Hij <laughs> is een neef van me. Is <laughs> dat nou man? Nee. Oh, het is geen neef van me. <laughs> nee, maar leuk, maar leuk. Maar je bent in love nu. En is, zeg maar als dit waar is. Het is een tijdje geleden dat ik in love ben geweest. Mm -hmm. um, je bent nu een volwassen vrouw. Mm -hmm. Maar het voelt nog altijd... Je zag het net al, toen je begon te lachen en shit. Ja. Het voelt altijd al precies toen je tiener was, puber, twintig jaar... Je het voelt hetzelfde altijd, hè? Ik, Alleen je gaat er anders ja. mee om, neem ik aan. Ja, nou, ik, ja, inderdaad. Ik ga er nu wel gelukkig anders mee om. Want ik, uh, ik, ik heb nu, zeg maar, de zelfkennis om niet mezelf kwijt te raken. Dat vind ik heel belangrijk. Mm -hmm. Ik wil ook niet uh, mijn doelen laten liggen om met hem te zijn of om aandacht aan hem te geven. Dat is ook niet gezond. Moet hij ook niet voor jou? Nee, denken? klopt. Ja. Maar ik moet wel zeggen, ik heb me echt in jaren niet zo gevoeld. Leuk. Ja, het is Leuk, echt. Is. Het is hoeveel echt hoeveel jaar niet. Um, ik denk, ik moet eerlijk zeggen, met mijn laatste vriend, dat was vijf jaar geleden, had ik dit gevoel niet. Hmm. Toen dacht ik dat ik verliefd was. Toen was ik ben... je zelf aan het overtuigen dat je verliefd was? Dat kan ook. Maar ik weet niet, het, het voelde gewoon anders. Ja. Dit is gewoon, uh, zoals je zegt, ik ben net een klein meisje. <laughs> nee, maar dat is mooi. Want dat gebeurt ook bij Doets. Alleen Doets schieten in paniek. Mm -hmm. Laat me niet over Doets praten. Ik schiet in paniek als ik verliefd word. Wat gebeurt hier nou? Ja. Uh, een beetje broeien en. Uh, ja. Dus maar ja, jij gaat lachen. Ik moet eerlijk zeggen hoor, soms sta ik gewoon op s ochtends en dan denk ik aan hem en dan denk ik zo. Pff. Nu is het wel genoeg. Hoor. Dat je zelf denkt, nee, Dat, ja, hou op. God, gadverdamme. Begrijp je? Je hebt shit te doen vandaag, bitch, come on. Ah, was, ja, maar je vindt het leuk, je vindt het leuk. Ja, natuurlijk. vooral wanneer ik die goeiemorgen tekst krijg. Dan denk ik, oh, zie jij, denk hey. ook aan mij. Dus ze uh, denkt ochtends aan je. En voordat je naar bed gaat, denk je ook aan hem. Ja. En wat ook leuk is, dat we. Uh, soms appen we de hele dag door met elkaar. Ja. En soms is het gewoon echt alleen. Goedemorgen, goedenavond. Of even tussendoor in de middag. Ik denk aan je. Oh, het, past, en, het past in je leven. In ja, de, okay, absoluut. Want ook. ik heb geen tijd om een man de hele tijd te entertainen. Ja. En een man moet ook gewoon respect hebben. wanneer, ik zeg, wanneer hij wil afschrikken. en ik zeg van nee, ik heb morgen dingen te doen. Maar ja, plus sowieso, maar dan ben je ook egoïstisch. Want misschien dacht je, je denkt, je denkt aan hem als je opstaat, ook wanneer je gaat slapen. Hm. Dus misschien waarschijnlijk, ja. Feest. <laughs> en dan wil hij, maar dan zegt hij, nee, I'm good. Bij aan het half. Ja, maar dat moet ook. Soms ja. moet je gewoon tegen een man zeggen van nee, vandaag niet. Ja. Weet en als je? hij dat zegt, is het een probleem. Nee, zeker niet. Nu nog niet, nee. maar het is vers, dit is vers. Ja, klopt. Jij moet nog de echte Terence, uh, Marciano, whatever, <laughs> leren kennen, <Ja>. Gilly. <laughs> en hij moet de echte Lindsay leren kennen. Uh, ik denk niet dat. Uh, van mijn kant is dat geen probleem, want hij heeft al echt. Uh, bitch fits gezien. Nu no, al. Ja, ja tuurlijk. Ik je ga hebt gelijk niet... kennis laten maken met. Tada! Ja, weet je wat? Let's... is? Ik ben niet iemand die gaat doen alsof. Vooral niet in, in beginnende relaties of zo. Ik wil gelijk dat je mijn lelijke kant ziet en mijn goede kant. En ja. ik zeg je eerlijk, ik can handle it. <Carrie> maar weet je wat vrouwen als jou wel eens zelf in de vingers snijden? Hm? Uh, denk ik hoor. Ik ben nu gewoon even, uh, 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 misschien is het niet zo. Uh, maar een vrouw die van zichzelf weet dat ze sterk is... Mm -hmm. dat ze rondloopt met van... ik ga laten zien dat je me niet zomaar over me heen kan lopen. Dat je er sowieso al rondloopt. Mm -hmm. uh, en dat is, naar mijn mening... kan dat vaak overkomen als bad energy. Maar jij beschermt jezelf. Maar je hoeft niet altijd on guard te zijn. Hè? Hoeft niet altijd, hè. Klopt. Ik zal je nog wat vertellen waar ik mezelf in de vingers snij. Nou. Door uit te spreken: hé, hey, ik ben met jou omdat ik met je wil zijn, niet omdat ik je nodig heb. Zomaar, en, en die keel zit gewoon rustig. Jo, <laughs> hij zat gewoon rustig zo, hè. <laughs> hey, ik ben, hey, ik ben met jou. <laughs> nee, maar serieus, ja. Dat, gotta dat, love him. <laughs> dat is, uh, ja. Yeah. Dat, is, dat je het weet ja, precies. en weglopen. Nou, ja, ik inderdaad. heb een statement gemaakt. Begrijp je? Nee, da dat is wel denk ik maar goed iets. Goed dat je het herkent. En ja. Herkent. Ja, ik ben, ik ben heel, heel ik, bewust van mezelf. Ik weet ook ja. gewoon wat mijn valkuilen zijn en zo. En ik ben ook niet bang om het te zeggen. Ik ben ook niet iemand van uh, als ik hem vandaag uitschel en ik ben gekalmeerd... dan kom ik erop terug en dan heel rustig gewoon normaal praten. Nou laten we daarop uh, doorgaan dan, want je bent dus dit is nieuw, vers. Mm -hmm. uh, Laten we zorgen dat this is going work. In ieder, geval, in ieder geval dat je nu blijft genieten heel lang. Yeah? Okay. Laten we het realistisch ja. Dat jullie heel lang gezellig gaan hebben gewoon. Ja. En De rest, whatever. Uh, laten we een beetje reflecteren. Yeah? Oh, Wat is jouw slechtste eigenschap in een relatie? Je slechtste. Kunnen we niet met de goede beginnen? Nee. <laughs> we, we willen eindigen met positiviteit. Mijn slechtste eigenschap in een relatie is dat ik. Uh, Gillies Love Line. Bruut eerlijk over de liefde. Ja, ik, uh, ik denk dat ik. Uh, altijd gewoon wil duidelijk maken dat ik gewoon een sterke vrouw ben en Wat niemand je nodig je ja, ja, precies. Oké. Okay, ja. okay. Maar echt duidelijk maken met woorden en op momenten waar het eigenlijk niet eens is. Random. <laughs> ja. Random. Ja. Hij is lekker je voeten aan het masseren, alles nee, even. Niet Hele, zo, toch? Hele dag voor je georganiseerd. Hé, hey, man luister nog. <laughs> hé, hey, je gaat kwijt, man. Zo bedoel ik het niet. Nee, maar gewoon zeg maar in een ruzie. We hebben gewoon een, niet eens een ruzie, een woordwisseling. Eventjes. En ja. dan moet ik hem gewoon duidelijk maken: van... hé, hey, ik heb je niet nodig, hè. Begrijp je? Ik ben met je omdat ik met je wil zijn. Pas op. Ik zal je wat zeggen over deze dude. Ik ken hem niet, maar hij is van mij trijp. <laughs> ik ga een geheim met je deed. Ik zet je niet onder sport, maar dude, hij vindt het alleen maar geil. Ik ga je dat laten weten. Hij zit gewoon zogenaamd zo. Wat je daar ziet is niet echt wat van binnen denkt hij. Je ziet ook je dadelijk gaan pruten wanneer jullie in de lakens zijn. Volgens en dat heb gebeurt je, waarschijnlijk ja, ook. Volgens mij weer gelijk. Hey. Volgens mij weer gelijk. I know what I'm talking about. Je zal het merken de eerste, volgende keer. En alsjeblieft, ik verzoek je. Ga hem niet op dat moment zeggen. Weet je dat je hem van je af doet en zegt: Hé, hey, moet je goed luisteren? Hé, als je denkt dat ik. No poring. Hoe zeg je dat? Verpest het niet. <laughs> ik zeg je eerlijk, daar ben ik wel bang voor. Dat ik het zelf ga verpesten met mijn mond. Maar jij bent heel ver in de zin van je bent bewust ervan. Ja. Dat is al een hele stap, hè? Ja. Nu nog eraan uh, werken. Maar tegelijkertijd wil je ook niet krampachtig nu opeens je mond helemaal gaan... omdat je bang bent dat je. Nee, kijk, daar ben ik helemaal niet bang voor. Hij mag het gewoon niet. Want weten. tegelijkertijd heeft hij voor jou gekozen. Hij zal ook wel. Ik zei, ik begon met. En mijn zesde zintuig zegt: geen makkelijke vrouw. Uh -huh. Dat zal hij ook hebben gezien. Ja. Vanaf en, en juist de... daarom heb ik gezegd: Oeh. Ja, vanaf het begin inderdaad. Dus dan, dan ook weer. Ja, weet je wat het is? Ik, ik moet eerlijk zeggen: heel vaak, wanneer ik aan het flippen ben, wanneer ik dan, je weet toch, want ik word ook gewoon onzeker. Dat ik denk: van, waar, waarom ik, je weet toch, waarom vind haar mij leuk? Maar dan bel ik gewoon mijn vriendinnetjes om vier uur in de nacht. Oeh, daar dan... heb ik ook een mening over. <laughs> en dan uh, zeg ik, ben de ik nou een... De slechtste aan het consulente die je kan bellen op dat moment. <laughs> nou, ik zeg eerlijk, hè? ik heb echt goede vriendinnen omheen, me Want uh, het lijkt me dat Ja, dus dit dus allemaal... is niet persoonlijk, hè, maar overal algemeen. Mm -hmm. Want Loeko, uiteindelijk zit jij in een relatie met hem. Mm -hmm. Dus zij zitten helemaal niet in die energie, helemaal in die, niet in die flow. En die komen dan met de koude mening. Met algemene meningen. Kijk, General. maar dat is, dat is alleen... Kijk, wanneer ik ruzie met hem heb, dan wil ik het liever niet bespreken met mijn vriendinnen. Want ik weet van, dit is even een, een yeah. discussie of weet ik veel wat. En dan hebben ze een natuurlijke mening. Maar wanneer het gaat om mijn eigen onzekerheid, yeah. weet, je, oh, okay. uh, weet je... Waarom wil hij mij? Kijk hoe mooi hij is. Wat doet hij met mij? Hij heeft al zijn dingen bereikt. En, dan zijn hun er om tegen mij te zeggen, Liz... Uh, Wist jij dat je Lee Monet bent? Je doet dit, je doet dat. Tuurlijk vindt hij jou aantrekkelijk. Jij bent net zo sterk en net zoveel bereikt als wat hij heeft. Ja. Dus wat zit je nou te flippen, weet je? Maar ik moet je vriendinnen wel props geven, want zij waren dus de reden waarom je hem een kans hebt gegeven. Mm. Dat zei, ja, toch? Dus ja. dat nou weer wel. Dat dan weer ja, wel. klopt. Oké. Okay. Okay. Nou. Ja, en hun gaan we er ook doorheen slepen om vier uur in de nacht. Ik kan alles hè? Hup, kijk oh. eens. Hij denkt aan je. Oh, hij denkt aan hefte. je. Sterker nog op dit moment. <laughs> Hij is alleen. Hij, is ah! Ah! hij doet yes. zelfs de shit. Je kan niet zo zijn. Oké, okay. nee, maar nee, hij toch? denkt aan jou. Oké. Okay. Hey, is a beautiful thing. Uh, ja. Nou, je wilt het zo graag delen. Hm? Wat is dan jouw beste eigenschap? Mijn beste eigenschap in een relatie is dat ik heel uh, zorgzaam ben. Hey. Dat is meestal, hè. Dat soort ja. stoere mensen, vrouw en man, zijn zorgzaam. Ja, heel erg. Niet voor iedereen... Maar als je eenmaal uh, ja. erin bent, dan, oké. Okay. Ja, ik wil, uh, ik wil altijd voor voor mijn man zorgen, zeker. Is, Weet je I, van I uh, van masseren tot eten tot. Maakt niet uit wat dat je wil. Dat luken. wil je graag, hè? Ja. Dus je, je niet je speelt. Je bent in je alpha vibe. Mm -hmm. Dit zit zomaar statements, statements te droppen terwijl hij rustig zit. Mm -hmm. Maar aan de andere kant wil je ook cater to you. Waar yeah. destiny child? Dat ja, is wat ik dat is altijd wat ik uitleg. Is the, is de het ultieme uh, nummer waar uh, feministen tegen zijn, Cade for You. Mm -hmm. Maar Cade for You. Uh, zij zullen zelf niet zo met hun man omgaan. Maar luister naar die tekst. Dat is alles wat een man wil. Wat ja. ze daar zingen. Ja, nee, dat geloof ik wel. <laughs> we vragen niet veel, ja, nee. Dat is alles wat we vragen gewoon. Ja, nou, ik wil niet zeggen dat jullie niet veel vragen. Want als je vinger geeft, dan willen ze gelijk je hele arm. Toch wel? Ja, tuurlijk want okay. weet je wat is op een gegeven moment in iedere relatie deze dat op een gegeven moment wordt het zo normaal ja. dat je je moet altijd een schepje bovenop gooien en ik ben daar niet vies van ik wil best weet je verder gaan mm -hmm. maar het moet wel van beide kanten komen ik vind het ook leuk wanneer iemand voor me wil zorgen ja Gebeurt dat mm Hé, -hmm. <laughs> hey, I love it yeah. man a woman in love mooi 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 en mm -hmm. pas en vers en shit mm -hmm. uh, we gaan jou nog meer in de spotlight zetten. Dus goede eigenschap, je bent zorgzaam. Mm -hmm. uh, all of the time. Ja, eigenlijk wel. Ik kan ruzie met je maken en ondertussen vraag ik je... En heb je honger? <laughs> Oké, okay, dan ga ik koken. Hij <laughs> yeah. zegt, doe dat dan. Ja. <laughs> ja. Mooi. Gezonde relatie. Dit klinkt als een gezonde relatie. We zullen het zien. Hé, uh -huh. hey, ik ga even uh, die toiletpot bij mijn Surinaamse Snikkel zegenen. En dan gaan we verder. Deal. Misschien ben ik vrijgezel naar deze toffee. Hey, ik ben hier om je op te vangen. Nee. Ik ga stuk. Deal. Deal. Oh, hij gaat nog door. Dit moet je niet erin zetten met mijn pamper. En dit ben ik zeker vrijgezel. Gillies Love Line, waar we bruut eerlijk praten over de liefde, seks en relaties. Je bent lekker eerlijk met me, hou ik van. Mm -hmm. Maar dat is ook waarom ik je heb geroepen. Ik zag, dit is een toffe chick, ik wil een toffe chick die aan tafel uh, schuift en je maakt het helemaal waar. Oh, ik voel me vereerd. Uh, seks met of zonder muziek? Wat heeft jouw voorkeur? Met muziek. Met muziek, mm -hmm. altijd? Het liefst wel. Tenzij, tenzij het echt van die hardcore make-up-sex is. Daar hebben we geen tijd om muziek op te zetten. Nee, nee, nee. Oké, okay, maar als je, als je even de setting zelf kan bepalen, is het muziek op. Ja, absoluut. Waar luisteren we dan naar? 90 nee, RB. Sowieso toch? Ja. Shit. <laughs> ja, absoluut. Heb jij slowen meegemaakt? Slowen? Ja. Wat de hell is slowen? Nou, nee, dus daar heb ik mijn antwoord. Slowen, vroeger in de discotheek. Was dat het moment waar veel mensen op wachten? Dus, oh, je uh, bedoelt het einde aan toch? Aan het eind dat ze slow jams gaan draaien. Tuurlijk. En dan ga je kijken of je met iemand kan slowen. En alleen dan kan je zeggen: Hé, hey, mijn avond is geslaagd. Het hoeft ineens uit uh, te komen op een nighttory. Mm -hmm. Dat was al hoogtepunt. Mm -hmm. Mooi meegenomen als het wel gebeurde. Maar heb je dat meegemaakt, die tijd? Ja. Oh, wel dus? Ja, maar uh, ik ging altijd naar huis wanneer slow muziek was. Echt waar? Dat is niet jouw. Nee, ik, ik hou van dansen met... Afstand. Afstand, ja. Dus je, bent niet, je komt niet uit Schuuriname, zeg maar. Dus nee. danshalen en dat soort dingen is ook nee. niet jouw... Uh... Nee, 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 nee? nee, nee, absoluut niet. Oh, nee. Oké, okay. ik dacht, ja, houdt wel van een beetje grinden hier en daar. Nee. Oké. Okay. Nee, dat is, is niet mijn niet ding. ding. Sowieso, ik ben 1,87 meter. 87. Ja. En uh, ja, de meeste dudes die ik interessant vind, zijn allemaal klein. Is het mooi. Ik weet niet of je het is opgevallen, maar ik ben niet de langste. Ik heb het gezien. Geloof het of niet. <laughs> Ik loerde destijds tijdens slowen. De, la de langste chick. Waarop, waar, ik loerde niet per se de langste chick, maar het is logisch dat in de discotheek. dat die opvallen, toch? Van hé. Hey. En dan is er bijvoorbeeld ook nog zo'n uh, verschijning als je van. hey, en I'm confident. Ja. Begrijp je? De meeste kleine niggers, hè? Zijn confident, no? okay. ik, in ja. ieder, ik in ieder geval wel. Ja. En, 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 en daarbij komt ook nog kijken. Uh, ik, ik weet niet wat, het, net hoe jij niet weet wat slowen is, ik mm -hmm. weet niet wat een blauwtje lopen is. Mm. Voor mij is onderdeel of de proces. Mm. Nee, 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 ja. Gotcha. Bissa. <laughs> <Pissen. lacht> dus dat is het idee. Maar ik kan gewoon, bijvoorbeeld jou. Jij zegt, je ging naar huis. Mm -hmm. En dan loop ik daar en dan zie ik, je gaat, ik zeg ik, je gaat naar huis, nou luister even hoor. En voordat je het weet, gingen we daar slowen. Zou je niet leuk Jij leunend op, op, op mijn hoofd met je kinderen. Hahaha. <laughs> oh, wow, 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 wow. <laughs> Zit er voor je. Misschien moet ik het zo meteen een beetje slowen. Liefje, het om, 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 gaat je niet lukken. Het gaat niet lukken? Nee. Nee, we slowen zometeen. Nee. Kijk, wat je hebt gemist al die tijd. Nee, dat is echt niet mijn ding. Nee, helemaal niet nee, nooit geweest. Nee, ik wil echt niet. Nee, jij nee. bent niet van het verticaal slowen. Jij wil uh, horizontaal slowen. Precies. Met of zonder licht? Oh, met licht. Met ligt toch wel, je wilt zien wat zo. Absoluut. Tot de laatste druppel aan ja, toe. Nee, absolute. oh, dat bedoel je. Ja, vooral de eerste Nee, altijd gewoon. Je moet toch zien wat er gebeurt. Ja, ja, ja zonde. De, het visuele doet begrijp, heel veel. Ik begrijp, de... ja. Ja, ja. I get it. I ja. get it. <laughs> ja, ja. I get it. Oké, okay, ja. oké. Okay. Uh, mooi. Wat is de beste kwaliteit uh, die je nu hebt gezien in hem? De beste kwaliteit in hem? Mm. Zijn beste kwaliteit is dat hij hele goede smaak heeft in vrouwen. <laughs> Bam. Gaan we niet eens verder over door. Nee, ik ook. Zijn beste oh. kwaliteit is dat hij. Uh, hij, is, um, hij raakt niet ge snel geïrriteerd wanneer ik vraag om bevestiging. Dat nodig bij jou. Ja. ja. Ik, heb, uh, ik heb wel bevestiging nodig. Van, uh, weet je, wanneer ik hem vraag: van... maar waarom vind je me dan leuk? Ja. Weet je, maar ben je serieus? Hij kan, ik kan hem echt drie keer op een dag Hoe vragen. Hoe lang is dit gaande, deze relatie? Is geen is het er reden. Oké, is het er Is het reden. Ja, oké. Okay. Officieel uh, hebben we wel gezegd, we hebben niemand anders behalve elkaar. En hij oh, heeft Het Oh, het is uitgesproken. Ja. We dat hoeft eigenlijk. Ja, dat gebeurt gewoon toevallig in een gesprek, toch? Het is niet van, hé, hey, we gaan een afspraak maken. Nee, 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 nee. Ik, is het is gewoon zo in een gesprek, gesprek om dat naar boven te doen. Oké, okay. wat hij heeft gezegd is, uh, uh, je bent nu geklemd. Okay. Wat dat precies betekent, I don't know. Begrijp je? wat ik heb hem gevraagd wat is gekleed. Ja, jij bent van mij, ik ben van jou. We hebben niemand anders, oké? Okay. Nou, is het. mannen zijn ingewikkeld. Hij heeft je gezegd, dat is het. Ik maar, moet dat nog maar wat vestigen was er mee eens. na deze show hier. Jij was het mee eens? Uh, oh, jawel. Jawel. Sterker nog was ze een beetje blij daarmee. Je ging giechelen als een tienermeisje <laughs> <laughs> There you go. Ik weet dingen, hè? Ik weet <laughs> dingen. Je moet me een props geven. Je weet het. In die eenma. The beautiful thing. Ja. Mm -hmm. Oké. Okay. En wa 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 waar ik aan die. Kijk, dit is vers, hè? Dus uh, tennis Michel Je moet het niet zo zwaar nemen. Maar wat vind je minder. Wat vind ik minder aan hem? Uh, nou, aan uh, niet eens aan hem, maar aan zijn handelen misschien. Tegenover. Aan zijn handelen? Ja. Mm. Even denken, wat vind ik minder? Moet ik één ding eens Nee, geintje. Een <laughs> wat vind ik minder? Um... Oh jee, ik ben nog niks tegengekomen. Je blast. Ja, ik ben nog ja, dan niks Dan hoeven we ook niet op zoek te gaan, toch? Nee. Oké. Okay. Nee. nee, weet je wat is? Dus? Er, er waren wel dingen waarvan ik dacht van... oké, okay, dat vind ik niet leuk, maar dan gaf ik het aan. En dan werkt hij eraan. Of ja. hij doet het dan niet meer. Ja. Tot nu toe. Uh -huh. Weet je, dus dat... Dat is eigenlijk ook gewoon een pluspunt. Mm -hmm. is niet, ik kan nog even niks zeggen. Oh ja, nee, ik heb wel iets. Hij ruimt niet achter zijn reet op man. Ja, nee, dat is De irritant. meeste mannen, toch? Ik toevallig niet, maar de meeste mannen, toch? Ja, hé. Hey, uh. want, want als die zou opruimen, zou die weer te perfect zijn. Zou je zeggen, er moet iets aan deze man zijn wat niet klopt. Of niet? Ik vind het een gezeik, je moet gewoon opruimen. <laughs> ja, het is toch jouw shit? Eh. <laughs> uh. Jij bent nu uh, verliefd, toch? Ik weet precies. Hoe ik... vaak ga je dat doen? Nee, maken? nee, check. Om, om, omdat het houdt me bezig. Het begon okay. met je lachen. Dat ik zei, oh, ik weet waar zij is. Okay. I love this shit. Ja, ik ben verliefd. Oké. Okay. Waarom ik dat zeg? Mm. Are you ready for all of this? Na vijf jaar? For all of this, what's what's about okay. to come, of wat jij denkt dat gaat komen? Ik denk dat voor het eerst in mijn leven ben ik inderdaad echt klaar daarvoor. Okay. Ja. En wat is daarvoor precies? Wat komt er allemaal uh, voor, op je af? Uh, om mijn uh, aandacht, tijd en liefde te delen met iemand anders. Mm -hmm. Omdat in de afgelopen vijf jaar dat ik vrijgezel was, heb ik uh, echt aan mezelf gewerkt. Aan wat ik wil, aan wie ik ben. Yeah. En ik weet nu sowieso wie ik ben. Mm -hmm. En ik heb heel veel doelen behaald. Ik ben nog steeds bezig met doelen behalen. En um, ik weet wat ik wel en niet wil. Dus, dus behalve hoe hij kwam, en shit, zijn timing, want timing is everything, was ook correct. Uh, ik dacht eerst van niet. Juist. Maar ja. Uh, yeah. Blijkbaar, wel. Want, Blijkbaar you, wel. want you found yourself somewhat, toch? Mm -hmm. uh, uh, voor het grootste gedeelte wel. Yeah. Dus hij was gewoon right on time. Eigenlijk wel, ja. Oké, okay, oké. Okay. En you ready for it? Ja. Yeah. Ik stel die vraag omdat we hadden het al eerder over... soms word je gewoon bang van die shit. En dan kom je tot de realisatie van... hey yo, dit is een beetje acte-acte mm. aan het worden en shit. Maar ik heb nooit gezegd dat ik niet bang ben. Dus je, je bent een beetje wel... Ja, gezond spannend, bang. Spannend. Ja, ik vind het, het heel spannend, spannend inderdaad. Ah. Ja. Heel dat stoere verdwijnt ook echt. Hè. Dus ik vind het dood dat je eerlijk bent. Ja, heel <laughs> ja. dat stoere verdwijnt ook echt. Want het is ook spannend. Ik ben nog steeds stoer. Maar in love... Ik zeg altijd in love en... Zeker weten. In love en business... Uh, moet je durven vallen op je bek. Ja. En, en als dat gebeurt, is niet gelijk van nou oh, nooit meer. Kijk, want voor jullie vrouwen is makkelijk. Jullie kunnen makkelijk dingen roepen als ik ben klaar met mannen. Mm -hmm. Mannen, heteroseksuele mannen, kunnen dat soort dingen niet. Ik ben klaar met vrouwen. Ja. Wat ga je doen dan? Ja. De, de, dus, dus hoe dan ook, ik ben bereid te vallen keer op keer op keer op keer en I'm still going try try. Love is het waard. Alleen ja. het proberen is het al waard. Ja, klopt. Toch? En weet je wat? Is? Ik vind ook gewoon dat de goede dingen moeten zwaarder wegen mm -hmm. Weet je, terwijl het echt gewoon heel kut is. Ja. Maar ik bedoel, uh, ik heb relaties gehad waar dan op het einde dat ik erachter ben gekomen: oké, ze zijn vreemd gegaan. Maar ik heb geen haat of zo naar ze toe. Nee, ik toch? heb zelfs uh, één ex mm -hmm. uh, die um, twee kinderen heeft met een vriendin van mij nu. En dat ik heb hun gepakt met vreemd gaan in mijn huis. Wacht even. Ja, dus ik ging met hem en uh, ja, die vriendin die kwam uh, soms over de vloer. En ik kwam uh, thuis van werk, eerder mocht ik naar huis. En toen zaten ze daar uh, in een blootje. Dus ik ben op een level waar ik probeer niet te judgen. Mm -hmm. Maar dit is heel moeilijk om niet te judgen. Dus in de zin van: Jij zegt net je gelooft niet in tweede kans. Mm -hmm. dit, vriend, dit, dit wat je hier vertelt. Is, is, is nog meer dan iemand honderd kansen geven. Kijk, is toch nee. de ultimate. Uh... Ja, erbij grens overheen gaan. Ja. Als vriendin, hè? ik heb niks ja. over die doet. Nee, die dude. kijk, maar je moet me. Uh, begrijp me niet verkeerd. We zijn geen vriendinnen meer, dat sowieso. Maar als ik haar op straat tegenkom, zeg ik gewoon: Hoi, hoe gaat het? Ze hebben inmiddels twee kinderen. Okay. Ik moest hun vergeven, niet voor hun, voor mij. Ja. Want anders zou ik bitter worden. Daar heb ik geen zin in. En nee, daar, was, nee, klopt, daar ben precies. ik heel lang heel bewust van. Je moet mensen vergeven. En uh, tuurlijk, ik heb ze geblokt op social media en dit, dat. En dan gaat de tijd overheen. En dan kom je ze ineens tegen en dan zie je die awkward blik van ze. Zeg maar alsjeblieft dan... niet dat het ook nog in je eigen huis was. In ons huis, ja. In jullie bed? Nee, 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 gewoon op de bank. Oké. Okay. Wauw. Ah, ik heb mijn yeah. spullen gepakt bij weggaan. Ja, joh, nee. Dat er geen ja. moord is gepleegd, uh, applaus voor jou. Uh, ja, nee, weet je, weet je wat, dat, is? dat vind ik het niet waard. Nee, absoluut is het ook niet, natuurlijk. Nee. Is het ook niet. Maar uh, ik wilde wel een paar keer echt uh, tanden uit zijn bek slaan. Zo, maar dat is uh, ja, oké, okay, wauw. En ja. dan toch de liefde weer een kans geven, zoals ik zei. Zeker weten. Ja, yeah, I love it. I er love is it. toch niks mooiers dan dat? Ja. Weet jij, dat Goed, gevoel wat je krijgt. Oh, oh zo... en je vriendin, laat me gelijk dan de volgende vraag. Of je, die chick, mm -hmm. die je nog steeds groet. Hi. <laughs> <laughs> um, want what is, want dat is zij. En nu ga jij mij uitleggen wat het is. Wat is de vrouwelijke versie van een fuckboy? Hebben we daar een naam voor? Een tot. Een tot? Ik weet het niet. Oké, nee, ik Want weet het niet. Want zij is dat dan gewoon. Een fuckgirl. Ik weet fuck niet. Girl. Nee, dat klinkt ja, niet. Kijk, weet uit. je wat is? Ze waren wel verliefd, beweerde ze. Maar ja, ik moet zeggen, uiteindelijk heb ik toch gewonnen. Ik want, ben blij dat je een positieve spin aan, wordt, uh, aan hebt gegeven, want ze hebben twee kinderen. Misschien moest ja. het zo zijn. Is dat wat we aan het doen zijn hier een positieve spin ja, aan? Ja, laten we okay, dat ja. maar doen. Ja, ja, ja. Want Kids are involved, dus oké, okay, ja. Maar kijk, uiteindelijk heb ik gewonnen, want die dude is gewoon troep. Ja. Begrijp je? Het is gewoon troep. Want ja. mijn moeder zegt altijd, hoe je een man krijgt, zo raak je hem ook weer kwijt. Troedet. Begrijp je? En zonder dat ik het wil, hoor ik allemaal dingen, maar ik bemoei niet, maar stiekem lach ik wel. Ja. Want ik denk van, ik heb geen kinderen met hem. Jij oh, wacht wel. die. Is je zaak. Hoe heb je hem gekregen dan? Want is Suriname naam, zeggen we inderdaad, Lick van Evinina Sojola Ja, nee, ik, uh, ik heb hem niet zo gekregen. Ja, want, nee. want ik dacht dat je dat eigenlijk nee. aan het zeggen was. Nee, nee, dat je hem zelf van voor... iemand hebt gekregen. Nee, was meer voor, was het... voor haar. Oh, voor haar. Ja, ja. ja oh, op die manier. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Nee, ik, uh, ik ben nog nooit vreemd gegaan. Ik heb ook oh, ja, nog nooit ja, een man je, van ja, iemand nou, afgepakt. Ja. Ook al is er een vrouw die dat denkt dat ik dat heb gedaan. Maar zo ben ik niet. Bro, dat is niet jouw stijl. Nee. Ja. Er zijn genoeg uh, mannen op de wereld dus. En ik begon dan over, uh, we hebben er nog geen naam voor, maar uh, misschien moeten we haar naam gebruiken voor uh, fuckboy uh, vrouwelijke fuckboy. Ja. Nee, <laughs> Zal ik er noemen hier? Nee. Maar <laughs> nou, niet doen. Uh, maar er zijn heel veel vrouwen mm -hmm. die ook vooral in deze tijd, ik weet niet wat is gebeurd. Misschien is het het invloed van social media en shit of allemaal van dat soort kansloze series. Niet kansloze series, maar niet echt voorbeeldseries waar vrouwen met elkaar vechten en. De rijkste man opzoeken en dat soort shit. Mm -hmm. uh, ja, er zijn ook heel veel. Goldingers? Nou, nah, uh, fuck girls, zeg maar. dingen is een onderdeel daarvan. Maar gewoon ja. uh, vrouwen die zich. waar je niet trots op zal zijn als. Oh, dit is heel grof wat ik ga zeggen. Maar je zegt: ja, dat is mijn dochter. Mm het -hmm. nee, is een beetje grof dit wat ik zeg. Nee, ja, maar je hebt wel gelijk. Oh, dan ja. is dat wat het is. Ja. Maar er zijn er heel veel van, of heb ik het verkeerd? Jij, nee, jij kent toch ook... Laten we, zeggen, laten we even fuckgirls gebruiken ja. voor, uh, voor het idee. Ik okay. vind het nog steeds niet de juiste naam. Als je een betere naam hebt... of is die naam er al en ken ik hem nog niet... Mm -hmm. drop in de comments. <laughs> dus dat. Maar de vrouwelijke fuckboys, daar ja. zijn er heel veel van, toch? Jij ja. zit het ook om je heen, of Klopt. niet? Klopt. Okay. ja mm -hmm. uh, Wat ligt dat aan? Ik, zeg, ik, ik moet eerlijk zeggen... ik denk dat het... Uh, een beetje meelopen is. Ja. Weet je? Uh, monkey see, monkey do. Want... Uh, er zijn gewoon heel veel vrouwen die, die aandacht gewoon leuk vinden, denk ik. Weet je, vooral dan ook, ook op social media dat je gewoon. Uh, kijk, ik doe foto ik doe shoots, maar ik doe geen lingerie. lingerie -shoot. Hij maakt hele mooie foto's, bij de way. achterlijke je mooie foto's tussen. <laughs> mm -hmm. Maar ik doe geen lingerie shoots. Ja. Ik heb één keer een uh, op, was ik op het strand, had ik een bikini aan. En dat is het meest sexy wat ik heb gedaan. Ja. Uh, omdat um, ik vind als model ja mijn lichaam is mijn product, mm -hmm. maar dat wil niet zeggen dat ik uh, seks moet gaan verkopen. En ik merk dat tegenwoordig er heel veel dames, nee dames er geen dames noemen, heel veel fuck girls zijn die gewoon van die geile foto's posten op social media voor aandacht ja. en puur om te naaien. Ja ja ja. Begrijp je? Want ja, je krijgt die aandacht. Mannen gaan in je inbox slijden. en heel vaak uh, they brush it off, like, tch, weer een dikke in mijn inbox. En dan denk ik, ja tuurlijk, als je zulke geile foto's post. Maar dan gaat ze het wel kijken op die tijdlijn en ze ziet uh, Bampi hier, Waggi daar, dit mm. daar. En dan toch, toch subtiel entertainen van, hey, maar dat is al die opening van klopt. hey. Ja, klopt. Er, er, er gaan ook verhalen dat er zelf heel veel van die chickies eindigen in Dubai, waarop ze wordt gescheten en gepissen en al dat soort dingen. Ja, als ze hun dat fijn vinden, dan moeten ze dat zeker doen. Mm. Maar. Uh, ik ben wel tegenovergestelde van dat soort chickies. heb ja. je? Ik ben meer van uh, mijn eigen grind, mijn eigen ding doen. Tuurlijk hou ik ook van cadeautjes. Yeah, yeah, yeah. Weet je? Maar We van, verwend worden, toch? van mijn man. Ja, Begrijp ja. je? Er moet niet een random nigger, uh, zelfs niet een dude waarmee ik zeg maar, alleen maar seks zou hebben. Ja. Die zou niet moeten komen met: hé, hey, hier heb je drie Barkie. Nee, ik dat was niet... Hoorde, oh, oh, oké, dan dat goed of zo? Nee, dan word ik helemaal gek. Begrijp je? Ik ben echt van mijn dat eigen je wakker wordt, ding. ligt drie bakie op de zo. tafel daar, hè? Zo, dan gaan er echt mensen doodgaan die Dan dag. zeg je drie bakie, vijf bakie gek. <laughs> nee, dat is niet mijn ding. Ja, ja, ja. Maar ik heb wel heel veel meiden die... Weet je? Ja, hij heeft geld, dus ik ga erop. Hé, uh... hey, maar vrouwen kunnen gewoon... Bijvoorbeeld jij bent niet zo... Maar dat je vriendinnen hebben die wel zo zijn, of die wel uh, meer mocho life leven. Vrouwen kunnen gewoon met. Kan je, en dan, dan zou je als simpel de man denken: van Oh, daar ben je waarschijnlijk ook zo, maar dat hoeft niet. Uh, ik moet eerlijk zeggen: ik ben heel bewust van die gedachte. Dat uh, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Als hmm. ik met een sletterbak over straat loop en dat is mijn beste vriendin, gaan mensen ook denken dat ik een sletterbak ben. Dus ik heb bewust uh, zulke vrouwen niet omheen. Ja. Ik heb ook pas een meisje geblokkeerd omdat zij wel zo is. En ik heb er ook gewoon gezegd waarom ik er heb geblokkeerd. Ik bedoel, van uh, ik, ik, ik heb er gewoon gezegd: van ik vind het wel en je ziet er goedkoop uit. En toen werd ze boos. Oh ja, want je bent straight up. Ja, ik ben heel straight up, Weet je, ik bedoel, met zulke mensen wil ik gewoon niet geassocieerd worden. Want ik uh, werk hard aan mijn reputatie en ik wil beter bekend staan als de real bitch die ik ben dan. Ja. Uh, Verschut staan omdat ik met een sletterbak omga. Uh, jouw vriendinnen? Kan jij gewoon eerlijk zijn tegen een vriendin van als zij een beetje uh, uit de streef gaat in jouw optiek? Uh, dat je die... <laughs> Vraag er maar. Nee, ja, absoluut. Nee, nee maar dan kan je gewoon straight zijn. Dus het is niet gelijk cancelen, maar zeg van hey, vriend, want het is echt een vriendin van je. Neem ik aan dat ja. je zegt, joh, dit is wat ik constateer. Ja. Ik ja neem, dat kan ook gewoon dus dat is wel jullie Zeker uh, dynamiek die weet je wat het, je het, is, het is niet zozeer onze dynamiek maar ik denk dat het meer is dat ze weten hoe ik ben ja het is gewoon eigenlijk mijn ding ja. ik maar zeg maar moet je, gewoon, je niet met je eigen zaken bemoeien dan nee want je bent toch mijn vriendin oh ja is jouw film dus ik vergeet Het <laughs> Het is mijn film, maar je bent ook mijn vriendin. Het is mijn taak om jou te zeggen wanneer jij out of line gaat. En ah. uh, andersom precies hetzelfde. Okay. Weet je, als ik bijvoorbeeld uh, straks hier klaar ben en uh, we zitten uh, dadelijk in de auto, zegt zij van, oh, dat had je niet moeten zeggen, Lins. Mm -hmm. En dan zeg ik, oh ja, waarom dan niet? Ja, dit en dat en, en dan neem ik dat ook aan. Ja. Want ik weet dat mijn vriendinnen het goed met me voor hebben. Anders zijn ze niet mijn vriendinnen. Precies. Dat, uh, je neemt aan dat je goed genoeg hebt bestudeerd wie je als. Ja. Die je dichtbij je laat. Ja, zeker. Weet je, je lijkt me de. Ik heb maar small type uh, person. En ja. Uh, ja, okay. en ik, ik ben ook. Ik kies ook echt de mensen om me heen. Weet je, ja. de meeste van mijn vriendinnen zijn allemaal entrepreneurs. Ze doen hun eigen ding. Ja. Uh, weet je, sommigen zitten wel in showbiz, sommigen niet. Mm -hmm. Maar iedereen is wel gewoon continu aan het groeien. Continu ja. bezig met uh, persoonlijke ontwikkeling en uh, uh, vooruitkomen. Ja, uh, Want uh, uh, weet je, Cat Williams zei ooit van. Uh, I cannot fuck with, the, uh, with people who be doing the same thing over and over, over the, and over. If you sell weed. Ja. In, <laughs> yeah. in, in, in the 90s. You, you can't be selling weed. You gotta sell push. cocaine. Begrijp je? You gotta push that. the cocaine. <laughs> now, nigga. Ja, mm -hmm. klopt. Mm -hmm. Nee, mm -hmm. maar dat is echt zo. Ik bedoel. Klopt. En dat is. En dat vanuit mijn kant, want ik zit ook zo erin. Mm -hmm. Want ik wil niet uh, de, uh, de badweterige of iemand die ik ben beter dan jou type yeah. homie spelen. Nee. Uh, maar ik wil zeggen, yo, step it up man. Ja, klopt. En weet je wat is, uh, uh, nou, niet onbewust, bij mij is het bewust. Ik ben heel erg bewust van het feit dat uh, op het moment dat ik met zulke mensen omga, en dan is er weer een vriendin, ze zegt ze gaat een nieuwe opleiding doen, want ze wil uh, make up artist worden. En dan is er yeah. een vriendin die zegt van hé, hey, ik wil nu stand-up comedy gaan doen. En dan is er een vriendin die zegt hé, hey, ik ga beginnen met rappen. Het motiveert mij. Want dan heb ik zoiets van, hey, everybody making moves. What's my next move? Begrijp je? En dan gaan we met elkaar praten. En dan is het van, hey Liz, daar ben je goed in. Waarom doe je dat niet? Anders was ik nu niet wie ik ben. Als ik zulke mensen niet om me heen had. Mm -hmm. En uh, ik had ook een keer een filmpje gezien van Will Smith. Waar hij precies hetzelfde zegt. Uh. Weet je, waar je mee omgaat, daar word je gewoon mee besmet. Als je omgaat met mensen. Die uh, niks doen met hun leven. Ze werken van 9 tot 5. Dan zitten ze thuis op de bank. Film te kijken. Drinken. Blowen. Weet ik veel wat. Uh, is het zo makkelijk om. Je daarin te laten zuigen. En ja, dat is een waste of life, man. Ja, yeah, you're to dead, man. Over zuigen gesproken. Ja! Ah! Uh, <laughs> nee, wat? Je bent een firm chick. Je weet wat je wil. Stevig. Als ik, als ik zo uh, naar jou kijk, dan denk ik. You gotta be a boss in bed too. En, en ik, ik wil je één zeggen, en als dat niet het geval is, you gotta work in it. <laughs> Want dat wordt van je verwacht als je jezelf ook zo neerzet in. Want dat is hoe. Ik denk, ik denk dat vrouwen ook zo kijken hoor. Van. Zij kan gewoon zomaar mijn man van me stelen, denk ik. Nou, ja, ik hoop van niet, want uh, that's not me. Kort door de bocht. Wie is Lindsay tussen de lakens? Um. Hoe zou je jezelf beschrijven? En dan niet plat per se, maar gewoon serieuze uh, volwassen vraag. Wie ja. is Lindsay in, in de sheets? Ik ben wel echt een viezerik. Viezerik? Ja, ik ben wel echt een viezerik. Dus zie je er ook uit. Ik ben een uh, ja, uh, <laughs> lady on the streets, maar de freak in, in the, the shit. Ja, Toch man. Oké, oké. Okay, ja, okay. Ik ja. hou echt van uh, hele rare dingen. Ja, ik kan er niks aan doen, man. Ik kan er echt niks aan doen. Het is gewoon, weet je wat het is? Ik vind gewoon, wanneer je seks met iemand hebt. Nee, maar weet je, wat, weet je waarom ik zo kijk? Waarom? Want ik ben echt een vieze nee. Als die naam niet bezet was en ik rep niet eens, zou ik ja. zeggen, kleine vieze Heftig. Maar ik rep niet eens. Ja. Maar ik zou het claimen. Ja. Naam is al bezet. Ja. Dus ik kijk naar weer gewoon. Meisje, wat vind jij vies? Ja, ik, uh, ik weet niet of ik alles kan zeggen, maar ik. Uh, zeg één ding: echt iets heel vies? Waarvan jij denkt dat mensen dat zullen. En, en het is vooral vies, omdat als je het erover hebt, is het vies. Het moet gebeuren. Het is normaal niet iets waar je het over hebt, daarom. Oké, okay. okay, nee, kijk, luister. Ik luister. Oh, vrouwen gaan echt. Uh... Laat vrouwen. Okay, luister, ik ben echt. Weet je wat het is? Ik vind dat op het moment dat jij seks met iemand hebt. en die persoon is je partner. niet gewoon een vakboy, want dan heb je gewoon seks om klaar te komen. Maar als je gewoon echt intiem met iemand bent. Mm -hmm. en. Um... Je vindt elkaar leuk, je bent verliefd. Uh, ik ben dan niet meer vies van die persoon. Ik zit te wachten waar deze opbouw naartoe gaat. <laughs> ja, je bent niet meer vies van die persoon, dus dan. Laat me je helpen. Laat me helpen. Oké. Okay. Uh, want ik zeg altijd: uh, Doe je dit of doe je dat zijn stomme vragen. Mm -hmm. Het is allemaal afhankelijk van de chemie in bed op dat moment. Mm -hmm. Wat bepaald wordt wel of niet gebeurt. Het moet klikken. En niet, niet klikken altijd, klikken op dat moment. Ja, okay. Dus je hebt verschillende seksmomenten met uh, die hoed van mijn trijp. <laughs> maar elk moment is we, De ene keer gaat het lopen, zo één keer loopt zo maar, Die oh. ene nacht is het zo freaky. En zat je daar opeens met je tenen in de te reet. Bij wijze van, nou dat is niet jullie oh, <laughs> dat om het even heel freaky rough. te maken. Ja, nee, kijk. <laughs> dus het gaat, het gaat om de chemie in bed. En ja, niet alleen altijd, klop. maar op dat moment toch? Ja, klop, wat, wat kan leiden tot van alles? Nee, maar kijk, er is gewoon iets ja, wat ik gewoon echt super. Wat me gewoon helemaal super wild maakt. En dat is eigenlijk gewoon super smerig als ik er nu aan denk. Want nu moet je het niet bij mij doen. Ook al ben ik zo verliefd op jou. Maar ik hou er gewoon van wanneer je me bij mijn keel pakt. Ja, en dan me spuugt in mijn mond. Ja? Nee, okay, <laughs> en dan gewoon zeggen: een beetje gaat het doorslikken. Maar zie je, dit, 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 dit dacht ik al hè? Eerlijk gezegd, dit dacht ik al hè? <laughs> Nee, ik, ik schrik hier niet van. Ik schrik hier niet van. Ik ging een, ik ging, niet, ik ging een keer. Uh, ik bevredigde seksueel een keer een vrouw. Tenminste, ik hoop dat ik haar bevredigde. Ja. Ze liet me denken van wel. Ja. En zij was een directrice van iets. Okay. Heel autoritair op de werk. Maar als ze bij mij is een Biddy. Mama. Begrijp je? En zij hield ervan. Ja. En weer terug naar werk de baas uithangen. Ja, ja, maar kijk, dat is meestal zo. Hè. Ik bedoel, ik ben ook gewoon in de echte wereld. Sorry, maar Orbel zit een beetje los weer. Hij praat de... over je. Ja, in de echte wereld ben ik gewoon heel uh, basie, wel zeker. Maar uh, in bed wil ik wel gedomineerd worden. Ik uh, dus je, je hier omschrijven een beetje, ja, dus ik dus ja. schrik daar niet van. Ja, nee. En, uh, maar nu zeg je wat er bij jou moet gebeuren, maar wat doe jij? Wat vies is. In principe, alles wat hij zegt. Pie, pie, pie. <laughs> ja, like en ik hou, van ik hou van praten. Oh, ben je een prater? Ja, uh, oh, nou, oh, okay. ja, ik praat ook wel, maar ik vind het ook leuk wanneer hij praat. Dat is ik heel belangrijk. Praat, ik praat ook vaak, ben ik erachter gekomen. Ja, praten is echt leuk. <laughs> maar echt gewoon, echt gewoon smerige dingen. Echt Zal gewoon... ik je een verhaal vertellen? Vroeger toen ik jonger was, uh, uh, maakte ik sekstape. It's way back. Dan mm -hmm. uh, uh, ga je gelijk een beetje weten hoe oud ik ben. Een mattie van mij zei altijd, jullie praten over R. Kelly en al dat soort dingen. De eerste sextape die ik ooit in mijn leven heb gezien, Gilly. Dus ik maakte vroeger sextapes. En je ziet ook die datums op die tapes en shit. Yeah. En één keer heb ik het stiekem gedaan. Al die andere keren wisten die chickies het. Mm -hmm. En die keer dat ik het stiekem deed, had ik het ergens in een uh, kast gezet. En was die uh, chick daar op de bank en shit. En... Um, en ik ben mijn praatjes toen nog jong, praat. Ik zeg: dit met je doen en dat met je doen, alsof ik Superman ben. Dit met je, dat. En ik kijk me om. En terwijl ik mijn broek uit doe, kijk ik die band hier terug. En terwijl ik dus mijn broek omdoe, zie ik haar zo doen. Oh lord, die was leuk. Geweldig! Ja, ja. toen dus lag ik: moest lach, ik denk, shit. Ik sta helemaal het presenteren niet onder de indruk. Jammer hè? Maar, uh, ja, waarom vertel ik dit? Oh ja, en ik, en ik zag mezelf terug en ik dacht... Jij bent een... Jij bent een... Kijk, vroeger werd er geclaimd dat Surinamers bepaalde dingen niet doen, toch? Mm -hmm. Nou, ik, ik kijk één keer naar mijn tape en dat alles gooi je in de prullenbak. Ja, ja. Maar dat, doe, dat soort dingen doe jij dus ook, blijkbaar. Ja, als de chemie goed is. Ja, okay, ja, okay. ja. En dan kom je dus van een vijf jaar single zijn, wat een mm -hmm. andere uh, uh, seksuele ervaring is. En niet per se geen of wel seks, maar een ander soort, andere manier van seks hebben dan wanneer je weer in vooral verliefde. Klopt. Verliefd seks hebben is soms aan next level shit, heb ik zo lang niet meegemaakt. Ja, ja. Klopt. Hè? Ja. Shit. Ik ja. word oh, nu al vochtig ziek. Ja, ja. Hou op. <laughs> nee, ja. Weet je wat nee. het is, wanneer je verliefd bent, zit je in een soort van trans ook. Je weet toch vooral tijdens seks, dat is het gewoon van... Ah, je je, je not zweeft, in your right mind, eigenlijk. Precies. Als je poliep hebt ben je dus, Dan kan je echt wel gekke dingen yeah. doen. En dan is het ook fijn als je je gewoon comfortabel voelt. En hoe weet jij dan dat je niet jezelf daarin verliest, maar dat dit echt iets is wat potentie heeft? Of misschien ben je daar niet eens. Maar hoe weet je van dat dit niet infatuation is van wat allemaal hier gebeurt? Mm -hmm. En dat dit echt een kans heeft op iets meer dan gewoon. Mm. Of hou je daar niet eens mee bezig? Jawel. Just let it be? Nee, ik denk. Uh, nou, ik heb hem sowieso gezegd dat uh, als hij spelletjes met me speelde, ga ik hem juken in zijn nek. <laughs> Nogmaals, ik ken hem, hij is mijn fraai. Hij wordt alleen maar gelder van. En weet je wat hij doet? Je gaat hem juken in mijn nek. En jij zegt: Ja, Sandy, ah, dat is wat gebeurt. Dat ah, is precies, I know this shit. I know this. Nee, kijk, weet je wat het is? Ik weet natuurlijk niet of het echt is, maar ja. ik hoop het gewoon wel. Maar het is genieten nu in ieder geval. Ja, inderdaad. Dat is belangrijk. En uh, is weet belangrijk. je, ook al heeft het een fucked up einde dan uh, wegen de goede nee, dingen. Nee joh, laten we verder. het niet eens uh, speak it into existent. Nee. Okay. You just have fun now. En dat ja, is het gewoon. Precies. Maar mijn vraag was dus, uh, die vijf jaar single sex in vergelijking met deze seks. Totally different. Totally different. Yeah. Hoe deed je dat single? Hoe, 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 heeft, ja. hoe heeft een vrouw als jou, die bepaalde normen waar heeft en sterk, stevig in de schoenen staat, uh, zomaar statements drop voor mensen? Hé hey, moet je luisteren? Mm -hmm. Hoe, hoe leef jij als een single vrouw? Is ik dat geen seks? Nee, ja, heb ik ook gehad. Voordat ik hem tegenkwam was ik zeker een jaar... Een jaar? Een maand of zeven celibatair. gekozen, Omdat ik zoiets had van... Ik hey, ben maar niet dat klaar is goed hè? Dat is goed voor je? Ja, absoluut. Mm -hmm. En ik heb vanaf mijn negentiende... Heb ik gewoon dezelfde fuck buddy. Oh. En ja. die is nu op de bank? Uh, ja. Weet hij... Weet als hij niet weet, dan weet je het nu. <laughs> Pauze. <laughs> ja, nee, maar ik bedoel, hij gaat al heel lang mee en hij weet gewoon van... See, you're a, sword, you're a smart woman. Dat is hoe dat hoort inderdaad. Hij gaat al heel lang mee. Ja, <laughs> hij gaat al heel lang mee en hij weet gewoon hoe ik ben. En weet je wat is? Dus ik heb nooit een relatie met hem uh, Letterlijk hij een is fuckboy. Gewoon... Nee, nee ja. niet, niet in de fuckboy zin, maar jij kan hem roepen wanneer het jeukt. Ja. Gewoon, okay. uh, soms komt hij gewoon langs. en we hey, zijn maar ook iedereen gewoon heeft de rol, hè? Iedereen ja, heeft zijn rol, zo. hè? Ja, zo. Maar we zijn ook gewoon vrienden. En dan zitten we gewoon te gamen op de bank. En dan is het niet eens afgesproken. En dan zeg ik, hey, what the fuck? Ja, yeah, oké. Okay. Je laat me denken aan Isa van Insecure. Kijk je naar Insecure? Nee. Niet? Oh, nee. moet je kijken. Ga je wel leuk vinden. Ja, nee, maar, maar ja is niet hetzelfde als jou, maar wel in dit voorbeeld. Oké. Okay. Hé, hey, maar... Uh, en hij neemt die rol gewoon aan. Ik vind dat dope. want ja. Wat ik niet zou kunnen handelen. Ik dan... Die nieuw doet, want jij gaat dus nog met hem om. Uh, nee, nu niet meer natuurlijk. Oké, okay, ja, want nee. jij zegt natuurlijk, want ik vind daar wat van. Hè. Ik vind als ik met jou in een relatie zit, moet je geen mensen om je. Het liefst, en dit is eerlijk, eerlijk, fuck al die dudes om je heen. Uh -huh. Ook je homofilomatie is fuck hun ook. <laughs> <laughs> maar zeker geen dudes waarmee je seks mee hebt gehad. Maar Wa ik, waarom? Why? Ik, ik vind dat waarom dat... is dat nodig? Maar ik vind wel dat, dat jouw onzekerheid is en daar moet je mij niet mee lastigvallen. Nee, nee ik, dit, dit is puur eerlijkheid wat ik hier zeg. Ja. Hè? Ja, nee, dus, nee. Ik, dus ik ga niet zeggen, hey, kom eens zitten. Mm -hmm. Ik vind niet dat, niet dat ik dat doe. Mm -hmm. Ik deel nu met jou wat ik vind van ja. iets. Ja. Ik, dit is eigenlijk, ik hoop dat een chick dat zelf ook vindt. Dat ze uh... vindt van, hé, hey, dat betekent niet heel raar cancel iemand. Maar je zit nu in een andere setting. Ja. Gedraag je naar die setting waarin je nu zit. Ja, nee, kijk, weet je wat het is? Want je zei van. Uh, weet je, kijk, dudes waarmee ik dan seks heb gehad of ex heb, oké, okay, prima. Weet ja. je, daar chill ik sowieso niet mee. Want uh, die dude waarmee ik dus vanaf mijn 19e, mijn standaard vakboy, die um, uh, weet ook gewoon wanneer ik in een relatie zit, hoort hij niks van mij. En omgekeerd, idem dito. Begrijp je? Het is gewoon wanneer we allebei single zijn, Ja, yeah. boontje koawa. Sabbie, toch? Maar jij kan niet van mij verwachten dat alle dudes om me heen, zelfs mijn homofiele matties, niet mogen komen. Dat is jouw motherfucking onzekerheid. Ja, en daar moet je mij ja. niet mee lastigvallen. Ja. Want op het moment dat je dat doet, dan uh, sowieso heb ik dan zoiets van... Oké, okay, deze nigga vertrouwt me niet. Nee. Deze nigga is onzeker. En dan ben je geen alfa. Oh ja, dan wordt dat jouw uitkomst. Ja. ja, en dan kan je niet met me fokken. Ja, ja. Want ik moet eerlijk zeggen, um, ik ken heel veel dudes... Ja. En ik neem ook aan, dat, want ik zeg je eerlijk, mijn baby is Kalle Spang. Dus hij kent sowieso om in chicks. Mm -hmm. Denk je nou echt dat wanneer ik met hem op straat loop en om in chicks komen groeten dat ik onzeker word? Nee, maar groeten, oké. Okay. Maar er is een bepaalde... Groeten, vorm, chillen, okay. Er is een bepaalde... Want jij zegt zelf. Zelf van je vriendinnen verwacht je een bepaalde manier van... uit mm -hmm. respect gewoon hoe naar jou wordt gekeken. Dus ja. je moet je weten te gedragen. Natuurlijk hoef je niet... Ik heb dat ook meegemaakt... Uh. waarbij een chick opeens in een relatie zat... Uh, en ik wilde groeten, en ze helemaal in de paniek schoot. Ik van Oeh, dat is niet gezond. Nee, is niet nee, gezond. Nee. Volgens mij rammelt hij je. Ja, ja. Dat is natuurlijk niet gezond. Nee, maar ik maar ik bedoel... een bepaald soort hè, ethiek. Nee, ik vind dat onzin. Je vindt dat onzin? Mijn, je kan gewoon door. Als Mijn je, beste als jij, vriend. Als jij gewend was mannen te, drie kusjes te geven. Ja. Dan moet ik als een bobbel gewoon erbij staan. Hoe je ja. elke keer... Oh ja, nee, ik vind dat niet zo... Uh... Dat is jouw koulofzaak. Ik vind dat niet... Luister, mijn beste, ik heb twee beste vrienden. Dit is ja? het moment en dat, dat, dat ik je bij dudes. je keel zou grijpen... als ik je uh, uh, mattie was. Je kan het proberen. Als ik je mattie was. Oh, oké. Okay. <laughs> ik ben te laat, toch? <laughs> nee, kijk, ik heb twee beste vrienden... en ze zijn allebei dudes. Gewoon hetero dudes. Ja. Ja? Uh, soms komen ze bij me langs, blijven ze slapen... zitten we de hele avond te gamen, niks aan de hand. Mm. Op het moment dat ik een mattie krijg... en het is een probleem voor hem... Mm. Is het zijn koule probleem? Ja, nee, dat begrijp ik wel. Dat begrijp, begrijp ik wel. Begrijp je? Ja. En we kunnen het erover hebben, weet je? En dan is het mijn taak om jou eigenlijk gerust te stellen daarin en zeggen van, weet je wat? Volgende keer wanneer die komt, kom ook. Laten we met z'n drieën chillen, zodat jij kan zien wat mijn band is met hem. Maar dat klinkt prachtiger dan uh, de choukoule probleem. Dit? en dit klinkt ook vruchtbaarder. Dit klinkt dat we iets hier. Hier kunnen we wat mee. Hier kunnen we wat mee. He? Dus je kolenprobleem. Wat oh, is mijn kolenprobleem? Ah, ja, nee, maar dat ga ik, ik ook zeggen. Maar draai het om. Jij zegt mm -hmm. hij is spank, toch? Mm -hmm. Maar hij is touchy-touchy en dingen met teammates. Niet dat je hem niet vertrouwt. Maar wat is touchy-touchy? Dat, dat, <laughs> en jij <je> staat ernaar. <laughs> iets te laag. En jij zegt, hé, constant. En jij zegt, yo en jij staat daar maar. Ja, ja. Ho, Kijk. Nee, dichtbij en shit. Eerlijk, Kijk, ik zeg eerlijk, ja, dat is een ander verhaal. Nee, maar dat is maar, hetzelfde verhaal. Nee, dat is niet hetzelfde. Dat is maar niet alleen, hetzelfde. Alleen, alleen, Kijk, alleen zet ik jou in de sociale Ik schoenen heb met wat mijn Matties geen touchy touchy. Okay. Begrijp je? Mijn Matties slaan me niet op mijn billen. Hé, hey, ja, ga even wat uit de kut pakken. Nee, dat is niet, dan ben je geen homies. Begrijp je? Ja. Als jij tatsje-tatsje doet met een chickie... dan doe jij ook fucky-fucky met een chickie. Of heb jij ooit fucky-fucky met een chickie gedaan? En dat hadden we uitgesloten, hadden we gezegd van... die ja. moet op een afstand blijven. Ja. Maar als jij gewoon een vrouw hebt die gewoon een homie van je is... Mm. Ja, en je chilt gewoon met haar en je ziet haar als sister, je, je zus... Ja. dan moet daar helemaal niks mis mee zijn. Ja. Nee, ik denk wat je omschrijft van die twee matties... Mm -hmm. ik denk dat in het echt, dus als dat zo is... Dan ga, zou je dat wel herkennen. Ik zou dat ja. herkennen van. Ik zou eerst mijn gedachten hebben. Dan, zie, dan zou ik herkennen van. Oh nee, dit zijn echt. En ook aan de hand van wat jij vertelt. Mm -hmm. zei, oh ja, nee, nee, tuurlijk niet. Dan ben je gewoon een zakker als je daar probeert. Mm -hmm. uh, als je ziet dat echt, echt de vibes. Wie ben jij om? Ja. Maar ik had het meer over. Uh, nee, nou, dat is het. En, en ik zeg je ook eerlijk hè. Op het moment dat zeg maar, de clubs open gaan en ik ga uit met mijn man... Wanneer bitches zien dat ik met hem sta, ik denk niet dat ze die shit gaan Ik Heb je gezien wat is gebeurd? Motherfucker, fuck ik ben twee meter, het kan me niet schelen wat er is gebeurd. Die bitches gaan dat nee, niet doen. oké. Okay. We gingen naar van, we gingen naar van, want je zit nu in een relatie dat je, uh, ik weet niet, de situatie stip naar. Wanneer ik ben met mijn man. Hey, hippie, hippie, hippie. p. Nee met mijn maar, man bereikt. Thank you, my dude. Thank you. <laughs> nee, maar serieus. Ja, ja, man, we gaan als verder. Oké, okay, als doen. ik ben bij mijn man en man. ze zien van ik ben bij mijn man, moet je sowieso niet komen met kleffe met shit. Mm -hmm. Want ik zeg je eerlijk, ik ga niet ernaast staan en zo vies en Dus je wel me een beste. beetje, weet je? Nee, maar dat touchy touchy, dat gaat te ver. Tuurlijk gaat dat zo? te ver. Dat zou hij toch ook niet willen. Dat doe zo dik. Ik bedoel. vind sowieso van, als je in een relatie zit, moet je weten van wat jij niet wil dat met jou gedaan wordt, moet je ook niet met de ander doen. Ja. Maar nee, is dat misschien ben jij vrijer. Maar dan weet je van, hé, hey, die doet. En dat heeft niks te maken met onzekerheid. Het heeft misschien te maken met dat jij vindt: van, hé, hey, uh, en ik ben niet iemand, ga ook even fuck wat andere mensen vinden. Maar mm. gewoon voor mijn idee. Ik hou niet van dat beeld. Begrijp je? Ik zeg je eerlijk hè, nu begin ik me een beetje op te fokken, want als dat gebeurt, ik hoop dat ik die koude bitch kan vechten, want ik ga geen waarschuwing <laughs> geven. Ik ga geen waarschuwing <laughs> geven, echt niet. En ja, ik zeg je eerlijk, hij Ik gaat ben... echt kennis met je maken, van so, oh, Lindsay. Hey, ik ben eerlijk hè, ik heb hem gezegd, ik vecht voor mijn man, begrijp je wat ik bedoel? Dat is gewoon, je weet toch, ik verwacht andersom hetzelfde. Maar dan moet je winnen hè? Maar als je verliest... Nigga, is, dan check dit. Ja. Ik hoop dat die bitches kunnen vechten, want ik heb geen haar om aan te trekken. <laughs> oh, dat dan ook Het is klaar. Het <laughs> <It> is klaar. Het is klaar. Maar EF hey, Oase, je bent nog bereid te vechten, jij. Ik? Uh, ja. Als een chick, chick disrespects me? Ja. Oh, hell to the motherfucker. Ik yeah. persoonlijk vind dat een beetje geil, zeg ik eerlijk. <laughs> nee, nee, nee. Ik persoonlijk. Nee, eerlijk. Ik, ik vind het geil. <laughs> En maar maar weet, je wat het, weet je wat een beetje het kromme is daarin? Huh? Op papier zou ik zeggen: nee, man. Als je boven de 25 bent, hoor je al lang niet meer te vechten. Maar als je het toch doet, zou ik zeggen... fuck, wat heb wil thuis zijn! Dat moet ik je eerlijk zeggen. Dat denkt hij waarschijnlijk ook. Nee, hey, hey, ik applaudisseer het. Yeah. Ik ga sterk. <laughs> nee, Geweldig, ja. Ja, ja, ja. Ik ben er ook voor. Hey, ik heb nu een vrouw als jou hier aan tafel. Een alfa-woman volgens jouzelf. Mm -hmm. uh, dit is een goed moment voor, voor jou om te laten weten... wat de meeste mannen verkeerd doen. Dat zou ik dan tenminste graag aan jou willen vragen. Wat doen de meeste mannen verkeerd als het gaat om het benaderen van vrouwen? Laten we daarmee beginnen. Uh, respect mist. 9 van de 10 keer. Is het belangrijk? Ja, zeker. Dus je moet gelijk voelen van, deze hey, is een respectvol, Al is het gespeeld. Nee, je kan het niet spelen. Respect kan je niet spelen. Sure? Ja, dat merk je. Want jij, zegt, jij zegt zelf, uh, uh, die dudes proberen eigenlijk uh, maar één ding. Mm -hmm. Om die poentje te vangen. Ja. Dus maar weet je wat het is? Uh, je hebt het binnen twee weken heb je door. Wanneer je twee weken met een doet. Twee praat, weken? Ja, man, hebben we het doel al bereikt, joh? Nee, dat denk je. <laughs> oh, nou, <laughs> nee, jou nee, niet. nee, 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 nee. Binnen twee weken, wanneer je met een doel praat, wanneer, je, weet je, kijk, ik ben sowieso niet uh, echt. Hoe terug. lang duurde het voordat je onze Marty die koekje hebt gegeven? Piep, piep. piep. week? Nee, 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 vijf weken denk ik. Of vijf weken? Ik. Ja. ja. That's respect. Does anybody got time? Nee, maar hij ik, wel. Nee, klopt. Maar ik heb het gegeven omdat ik hem wilde geven. Oké. Maar anders had het nog langer geduurd. Ja. Heb jij initiatief genomen of... Uh, uh, ik denk... Of tenminste, denk jij dat jij energie... Want het had al lang een plan hoor, dat kan ik je nu afzekeren. Laten we het zo zeggen. Uh, we waren een beetje... Uh... <laughs> Oké, okay. we waren Cheers. een beetje aan ik het Ik laat het je uh... dingen beseffen, hè? Ik laat je dingen ja. beseffen. Oké, okay. we waren dus, uh, we hadden date en we waren een beetje aan het uh, zoenen en voelen en zo. En toen ineens pakte ik ze tolly en toen dacht ik: wow! Ja. Oh, Volgens mij zei ik ook: wow! En dat is waar je verliefd werd. En toen dacht ik: oh nee, ik, ben, ik was gewoon echt uh, uh, vriendelijk verrast. En toen dacht ik: oké, okay, I need to get some. <laughs> <laughs> ja, ja. Hé, hey, maar dat is dus belangrijk. Wat als je mag en je zei, ah, wat je, was er dan gecanceld alles? Uh, absoluut. Eerlijk. Dan zou ik hem wel uitlachen denk ik. Ja, uitlachen ik, ook in een visies ja, niet tof, Ik he? zou nee niet uitlachen, maar ik zou gewoon lachen. Weet je wat het is? Ik ben iemand. Uh, ik kan mijn eerste indruk kan ik niet verbergen. Mm -hmm. Begrijp je? Ja, ja, ja. Ik bedoel van, uh, voor, er zou hier nu iemand binnenkomen helemaal luid en dingen. Oh, dan, ja. Ik kan dat niet verbergen. Het is gewoon, je ziet gewoon aan mijn gezicht hoe wat. En, uh, ja, het was niet de bedoeling om uh, de Nookie te geven, maar. Uh... Nee, maar dat is wel dus een cancellation point. Dat je zegt van hé, hey, je bent doop alles. Maar dit is niet de waggie waarop ik. Uh... Schat, ik ben 1,87 meter. 87. I, need, I need some dik. Maar dat, dat zegt je? niks over je poesjes, toch? Hé, hey, luister dan. Ik wil niet gekieteld worden, hier, hè. Oh, dus ik zou gewoon verdwijnen, zeg maar, in je cookie. <laughs> nee. Ik wil gewoon... Je lacht een beetje te hard, man. <laughs> nee, ik wil gewoon net als Anouk de pijn voelen. <laughs> is er iets wat je absoluut niet doet? Uh, iets wat ik absoluut niet doe. In bed, bedoel je? Ja. Yeah. Uh, 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 uh. Ja, nee, ik wil niet dat uh, iemand klaarkomt in mijn gezicht. Dat vind ik nasty. Nee. Nee, niet op mijn gezicht. Dat is zo hard. Nee, dat, dat, nee? dat, oh. uh, nee, dat vind ik. Uh, Nee, vind ik zo zonde van mijn gezicht en mijn make-up. Heb je het nooit meegemaakt? Hm? Heb je het nooit meegemaakt? Nee, dan word ik echt boos. Dan ben je nog nooit met de alpha man gegaan. Dus het kan dat je boos gaat worden. Nee. Maar dat punt hebben we nog niet bereikt voordat. Nee, dat gaat niet gebeuren. Want als ik het voel, denk ik wel van je gezicht is zo mooi. Nee, dat gaat niet gebeuren. Die moet versierd worden. Nee, nee! Nee! Nee, ja. nee dat gaat echt niet gebeuren. Je gaat, ah. je, je gaat gewoon, je gaat, volgens mij gaan we vechten, hè? Of ja, niet? ik denk het wel, oh, ja. Gel. Ik denk, uh, misschien, er is zelfs een kans dat ik je gewoon in je tolly bijt. Ah! Nee, Oké, okay. show is over. <laughs> dus dat. Als hij dit ziet, heel teleurgesteld, hè, want hij had plannen. Dat is een kassaak. En jij mag wel op zijn gezicht zitten en dan alles loslaten gaan. Dat mag dan weer wel. Ja, maar dat wil hij zelf. Je, je had het over uh, compenseren, toch? Water bij de wijn. Als ik dat nou fijn vind. En niet op een disrespectful manier. Mm -hmm. Niet. Maar gewoon. Tempo, relax. Ah, nee, 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 ze mogen niet. Nee, maar ik probeer... Nee, jammer. Want nee. ik probeer voor te voorstellen... van Ik ga een vrouw je eerlijk, als jou ontmoeten, hè? Ja. En... Nou, het, het hoeft niet per se. Maar het kan... Zoals ik zei... Het moment bepaalt wat gebeurt. Kijk, ik moet eerlijk zeggen... Op het moment dat ik zeg maar echt... Gewoon met iemand ben heel lang... En we zijn getrouwd ook... Ja, dan, dan kan ik geen nee meer zeggen. Want Wacht, dan is het gewoon... mijn je Dus ik job. moet met je trouwen... Ja, voordat je dat mag Voordat doen. ik op je gezicht mag spelen. Ja, man. Dus we staan daar bij die meneer... Die ja. zegt in held, in, in... Wat zeggen ze nog meer? Zie je, ik ben zo... Ik ben zo alienated van het, van het idee van trouwen, dat ik niet eens wat ze ja. weet wat ze zeggen, maar in sickness, in held en in spuiten on your face. Je yep. you doe en jij zegt, I do, Daddy. Daar mm -hmm. nou, is dat een hint hè? Ja. Kijk, want weet je wat is? Kijk, nou. ik vind gewoon dat wanneer je bent getrouwd, dan moet je gewoon alles voor je partner over hebben. Alle vieze dingen, alle goede ja, dingen, toch? alle slechte dingen. Maar... Uh, je zolang je er te geen maken ring heeft. om mijn vinger is, ah. maar ja. Nee, man. Oké. Okay. Hoe, hoeveel waarde hecht jij aan uh, het eten van jouw koekje? Dat jouw koekje gegeten uh, wordt. You gotta lick it before you stick Serieus? it. Serieus? Sowieso. En als die keel zegt van... Hé, hey, jij doet geen spuiten on de face. Ik eet geen poesie man. Dat kan je niet vergelijken. Want ik eet, ik, ik, ik eet wel nee, je baan. maar hij vindt op. dat. Hij vindt dat. Dan is, dat is zijn we zaak. Echt waar? Ja, sorry. Dat is iets wat moet. Dat is ook ja. cancellation. Ja, en als ik nou tegen jou zeg van... Uh, ik wil spuiten in je oog. Hé, hey, spijtig in mijn neus, gaat ga los. Ga, ga los. You're nasty, motherfucker. <laughs> nee, nee. Als familieleden van me kijken, dit is fictie, hè. Is fictie. Entertainment. Heel <laughs> en jij allemaal entertainment shit. Hij Hé, hij <laughs> hey, was dat een drempel? Is dat een drempel voor een vrouw? De eerste blowjob. Is dat een drempel? De allereerste. Even teruggraven. Way back. Way back. Hmm, ik denk het wel, ja. Ja, toch? Ja, kijk, weet je wat is bij mij? Ik, ik ben sowieso een apart geval, want ik werd best wel laat ontmaagd. Uh, dus wat is ik, laat? Uh, ik was uh, volgens mij twee maanden voor mijn achttiende. Oké. Okay. Ja, en uh, daarna, uh, ik had zoiets van, is dit seks? Oké. Okay. Maar dat heb is die ik... eerste altijd. Ja, ja. Voor vrouwen vooral, begrijp je? Begrijp je? Ik? En toen heb ik ook volgens mij uh, pas rond mijn 21ste weer seks gehad, want ik vond het helemaal niks. Ja. En... Um, ja, volgens mij begon ik pas echt BANA te chappen toen ik een jaar of 23 was of zo. Ja, zie je, dus je, er was wel een bepaalde. Ja, maar ik had zoiets van. Uh, nee, dat doe je toch niet? Dat is voor pornofilms. Maar doe je dat voor die keel uh, toen? Toen wel. En inmiddels doe je het voor jezelf. Is dat hey. you je enjoy. Hey. Ik heb net per ongeluk slokje van je beken genomen, man. Met al die BANA-talks hier. Oh ja, ik ben een freak. Ik ben een freak. Fijne <laughs> kiezer in de beelding. <laughs> hey. Sex is great. Doet is, jij weet stiekem, dit heeft geen toekomstperspectief. Mm -hmm. Of, alles klopt aan die doet. Maar seks is niet speciaal iets waarvan je heel erg geniet. Dan gaat het sowieso niet werken in beide gevallen. Kies je liever, ja, maar je moet kiezen. Ik moet niks. Al van vrouw. Ja. Het verzoek is of je uh, sportief wilt zijn en wil kiezen. Oké, okay, dan kies ik voor die doet met een goede innerlijk... <laughs> met moeite. <Je laughs> je ik geloof je niet, echt, ja. maar, maar met ja. moeite. Je gaat toch, je gaat dat niet... Uiteindelijk, kijk, seks kan je iemand aanleren. Als iemand. Ja, het gaat dat gaat je niet lukken. Even... Dat gaat hem niet worden. Kan ik je afstellen. Het gaat niet... Het blijft niet eens slechte seks, maar niet echt exciting. Ja, we gaan speeltjes moet moeten kopen of iets. Alles, oké. Okay. Ja. Je bent wel bereid te investeren, zie ik. Oh, ik heb geïnvesteerd. Dat je wil niet weten. Maar jij, heb je dat eerder meegemaakt dat je een doet? Dat was gewoon. Nee. Nee, ik pik dat niet. Je pikt dat gelijk nee. niet. Iemand die gewoon een horrible character gewoon. Nee. Wat jij vroeger altijd zag als een, uh, laat ik zeggen in je tienerjaren als de ideale man. Mm -hmm. Klopt dat nu nog steeds met het beeld dat jij vandaag de dag hebt? Nee. Nee. Totaal niet. Want vroeger de ideale man was voor mij uh, een of andere de mogel uit een sprookje. Mm -hmm. Disney heeft ons belazerd. Ja. Mm -hmm. Dus ik dacht, ja, zo moet het, weet je. Uh, dat verliefd worden wordt echt net een sprookje en alles. En, en toen, toen kwam je me... erachter, het was een sprookje. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dus uh, ja, nee. En toen ben je zelf gaan leren kennen. Hoe mm -hmm. ziet die ideale er nu eruit dan? En jij mag zelf invullen. Dus dat hoeft niet seksueel, dat hoeft niet. Maar kijk, dat is wijs. eigenlijk een gemeene vraag, want ik ben nu verliefd, dus ik ga nu hem beschrijven. Ja, we knippen dit niet eruit. <laughs> <laughs> oh nee, maar hij is dus, hem uh, bestemp je alles ideaal. Voor nu wel. Oh, voor voor nu de wel. Guy, die houdt het veilig. Nee, 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 niet veilig. Als het niet zo was, zou ik het ook gewoon zeggen. En okay. dan dus zou hij het eerder weten dan hier in de show. Maar voor nu, ik heb wel zoiets van: hmm. Hij is een goeie. Ja. Maar je bent. Behalve het feit dat hij ah, koulo ah, dure cadeautjes vraagt voor zijn motherfucking verjaardag. Ik hoef het niet te pikken. Oh, heeft oh, smaak. Ja, maar <laughs> <ja>, prima. <piema. laughs> maar check. Um, I don't want to bust your bubble. Mm -hmm. Nee, bas de bubble. Maar je bent in infatuation fase, hè? Besef. Mm -hmm. Ik weet besef. het, ik weet het. Hey, ik geloof in wat jullie hier doen, sowieso. Ja. Maar besef. Dus ik ga je weer uitnodigen. Mm -hmm. Of een jaartje. Deal. En Deal? luister, vergeet niet dat ik heb gezegd. Het is die, die, die vraag wat je net vroeg, kon ik niet echt beantwoorden, omdat ik nu verliefd ben. Dus ik ben er al bewust van. Ik ben er wel bewust van. Ik ben al bewust van, oké, okay, ik ben nu verliefd. <laughs> dus als ik iemand moet beschrijven, beschrijf ik hem. Want jij hebt je hem hebt, je hebt een beetje laten zien wie je bent, maar hij moet al je weer er nog meemaken. Mm -hmm. En dan moet jij erachter komen of hij uh, uh, bereid is te blijven. Klopt. Maar jij moet ook een beetje water bij de wijn willen doen. Ik hè? moet geen shit. Oh ja, dat was ik vergeten, sorry. <laughs> Leek, hè? Ja, sorry. Ik wil gewoon mezelf zijn. Ja. En als uh, iemand dat niet aan kan, dan ben ik alleen. Want ik kan ook prima alleen nee, zijn. Nee, het is toxic, het is toxic. Ik zeg het je. Het is toxic. Nee, maar kijk, en dat is, dat is hoe ik erin sta. Want ik moet eerlijk zeggen, uh, deze verliefdheid heel leuk allemaal. Maar ik weet, ik heb het niet nodig om te leven. Heb ik niet. En dat is denk ik gevaarlijk aan mij. Want uh, if you cross the line, it's done. Geef je een waarschuwing, maar doe het. <laughs> je hebt mij al beloofd. Oh, laat me eerst even zeggen. Hé, uh, hey, ik vind het doop om jou mee te nemen in de show. Uh, mee te nemen in mijn missie om de liefde, seks en relaties steeds meer te kunnen doorgronden. Dus stuur een berichtje naar mij. Stuur een stelling. Gooi een comment in, de, uh, in YouTube en dat soort shit. Edgili Gilly Instagram, Twitter en op YouTube. Zoek me op. Ja, yeah? ik vind het doop dat je bent geweest. Ik ook. Ja, was dat was gezellig. Je, je bent leuk. Dankjewel. Je wel. bent leuk, uh, leuker dan nou, je weet waarschijnlijk. Is dat zo? Ja, ja, ja. Ik of, denk het wel. Of ik speel bescheiden. Heb je ook een beetje gedaan? Ik denk dat je het toch een beetje niet hebt ingehouden, mm -hmm. maar volgens mij kan je losgaan uh, met je mond. Klopt. Klopt dat? Ja, klopt. Zie je? Ik heb dat gezien. Maar dat is een respectding en dat was belangrijk, hè? Ja. Laten we dit doen. Laten we vingertoppen doen. Kijk, dit, 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 dit is ons ding, Heel ja. Danken. <laughs> Kijk, weet, wat ik hier doe, zo pak ik ze hè. Want dan zeg ik, dit is ons ding vanaf nu. <laughs> <You call him laughs> dit is ons ding. <laughs> zo pak ik ze. Ik heb er, ik heb er jammer dat die jongen de <laughs> kletsen tussenman is, maar ik wacht. Nee, is een beautiful thing. Hey, ik zeg altijd, uh, praat lobby met me en dat heb je gedaan. Ik zeg ook, it ain't about love, in ain't about nothing. Ik zie je graag bij de volgende aflevering van Gilly's Love Line. Tot de volgende date. Yeah. Ciao.